Allerliefste mama. Ik zou willen dat je niet schrikt of je te veel zorgen maakt om de straf die ik zal krijgen. Je moet begrijpen en ook voelen dat ik een politiek in de gevangene ben en politiek veroordeeld zal zijn en dat ik me daarvoor niet hoef te schamen. Nu niet, nooit niet. Eigenlijk wilde ik het op een bepaalde manier zelf gevangen genomen en veroordeeld worden. Want ik heb nooit mijn meningen willen veranderen en ik zou bereid zijn om daarvoor niet alleen in de cel te belanden, maar ook mijn leven te geven. Daarom kan ik alleen maar rustig en tevreden zijn met mezelf. Lieve mama, ik zou je heel stevig willen knuffelen, zodat je zou voelen hoeveel ik van je houd. En ik zou je willen troosten om het verdriet dat ik je gedaan heb. Maar ik kon niet anders. Zo is het leven nu eenmaal. Het is heel zwaar en kinderen moeten soms hun moeders veel pijn doen als ze daar hun eer en waardigheid mee willen behouden. Ik omhels je innig, Antonio. 4 jaar later vanuit de gevangenis. Lieve Tatjana, je moet niet denken dat ik de intentie heb om zelfmoord te plegen of om me als een dode hond te laten meesleuren door de stroom. Ik ben altijd de baas over mezelf geweest. Dat was ik al als kind. Ik begon met werken toen ik 11 jaar was. Ik verdiende 9 lire per maand. Net genoeg om elke dag een brood te kopen. 10 uur werken per dag, ook op zondagmorgen. Ik moest dozen sjouwen die meer wogen dan ik. En vaak lag ik 's nachts te huilen omdat mijn hele lichaam pijn deed. Ik heb altijd bijna alleen de allerzwaarste kant van het leven gekend. En ik heb het overleefd, zo goed en zo kwaad als het gaat. Zelfs mijn moeder weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt en welke beproevingen ik heb moeten doorstaan. Lieve Tatjana, ook omhels je met liefde, Antonio. Ja, u hoorde net fragmenten uit brieven die Gramsci schreef vanuit zijn gevangenschap. En u zult Gramsci vanavond nog 3 keer horen. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Welkom in een overvolle salon van de Bali. Ik denk dat als we Gramsci deel 2 gaan doen, dat we het in een grote zaal doen. En als dat dan net zo hard gaat als dit keer, dan wordt het de volgende keer de Ziggo Dome, denk ik. Want blijkbaar is er iets wat u allen heeft aangetrokken vanavond om hier naartoe te komen. Ongelooflijk fijn dat u er bent. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij de Bali en samen met uitgeverij Van Tilt en Rogaya Sek, mijn collega, hebben we dit programma gemaakt. En allereerst is het misschien goed om te zeggen dat we vanavond iets te vieren hebben, namelijk het boek Alle mensen zijn intellectuelen, waarvoor Arthur Westijn gevangenisgeschriften van Gramsci selecteerde, naar het Nederlands vertaalde en ook voorzag, want ik kon het al even lezen, van een prachtige inleiding in het werk van Gramsci. Dus gefeliciteerd daarmee, Arthur. Heel goed, heel goed. Ja. Nu had ik aan het eind staan applaus voor Arthur. Nou, die krijg je dan misschien nog een keer. We gaan zien hoe dat gaat. Ja. Maar ik ben ook blij dat u er bent vanavond. Het is een relevante timing. Het is vandaag de Dag van de Arbeid. Maar het is ook precies op de dag af 100 jaar geleden dat Gramsci zijn tijdschrift L'Ordine Nuovo oprichtte. En vanavond gaan we het hebben over deze man. Een van de belangrijkste marxistische denkers die jarenlang achter de tralies zat voor zijn ideeën, maar juist daar zijn filosofie wist te ontwikkelen. We gaan het hebben over wie hij was, wat zijn ideeën waren, maar ook hoe hij nu nog steeds af en toe in het middelpunt van het maatschappelijk debat lijkt te staan. Zo zou hij het meesterbrein zijn achter het zogenaamde cultuurmarxisme en inspireert hij zowel linkse als rechtse denkers met zijn idee dat macht niet alleen om economie of politiek draait, maar ook om cultuur. Culturele overtuigingskracht, zei Gramsci, is namelijk minstens zo belangrijk als politieke en economische macht. En volgens critici zette Gramsci daarmee aan tot een cultuuroorlog die linkse intellectuelen inspireerde tot een lange mars door de instituties. Maar, zeggen aan de andere kant andere denkers, juist rechts lijkt nu zelf op een Gramsciaanse wijze terug te vechten. Van een docentenmeldpunt van het Forum tot de gladiatorenschool van Steve Bannon. Misschien dat de lange mars van de instituties vanuit beide kanten gevoerd. Nou, wat we vanavond gaan doen, en daarom ben ik ook blij dat we hier zijn, is het hebben over Gramsci en terugkeren naar de teksten die hij zelf schreef en kijken of we daarin iets kunnen ontrafelen van wat er nou echt staat en hoe dat relevant is voor debatten nu. En om ook een aantal dingen uit elkaar te trekken. Aan de ene kant Gramsci's analyse van wat het betekent om een intellectueel te zijn tot de machinaties achter macht.
En aan de andere kant hoe we zijn door zijn bril nu kunnen kijken naar situaties die nu spelen. Hoe kan een specifieke ideologie maatschappelijk dominant worden? Wat leert hij ons over de huidige cultuurstrijd? Waar ligt eigenlijk de macht in onze samenleving? We gaan het vanavond dus hebben over macht en de grondslag daarvan. Want dat is waar het werk van Gramsci volgens mij, en als ik Arthur's inleiding goed gelezen heeft, maar hij kan me zo corrigeren, over gaat. En dat doen we met een aantal interessante sprekers. Arthur Westijn zal zo een inleiding geven in het denken van Gramsci. En daarna hebben we drie sprekers die werken eigenlijk of zich bewegen in een van de domeinen die essentieel zijn in het denken van Gramsci. We hebben de politiek met afgestudeerd filosoof, maar nu ook politicus Lisa Westerveld van GroenLinks. We hebben de wetenschap met hoogleraar wijsbegeerte Gabriel van den Brink. En we hebben de journalistiek met de ombudsman van de NRC, Sjoerd de Jong. En tussendoor luisteren we dus een aantal keren naar de woorden van Gramsci zelf. Aan het eind van de avond is er ruimte voor vragen vanuit de zaal, vanuit u. We zullen rond 10 zullen we afsluiten. Dus als u een vraag heeft, hou die even vast tot dan en probeer die zo lekker kort en kernachtig te formuleren. Dan kunnen we alle 90 mensen misschien een vraag laten stellen. We gaan kijken hoe ver we komen. Maar als we dat willen, laten we dan vooral snel beginnen. We gaan luisteren naar Arthur Westijn. Hij is historicus, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Hij is onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Werkte in en schreef boeken over moderne Italië. En vertaalde dus voor dit boek, Alle mensen zijn intellectuelen, de gevangenisgeschriften van Gramsci. Van harte gefeliciteerd met het prachtige boek. We gaan naar je luisteren. Geef hem een warm applaus. Arthur Westijn. Heel veel dank aan u allen. Dames en heren, Antonio Gramsci was een nogal tragisch figuur. Een tragiek die zich in eerste instantie vooral uitte in zijn fysieke verschijning. Gramsci kwam vanuit nogal een armlastige omstandigheden eigenlijk. Geboren op Sardinië, eiland ver van de beschaving. En hij werd al heel jong getroffen door tuberculose, waardoor zijn botten vergroeiden en vooral zijn ruggenwervel krom trok. En daardoor ging hij door het leven met eigenlijk een dubbele bochel. Het leek alsof hij was ingedrukt van bovenaf door een soort reus. Groter dan 1,50 meter zou hij nooit worden. En hij probeerde ook altijd tot in het einde der dagen zijn fysiek te verbergen door zijn boord zo hoog mogelijk dicht te knopen. Je ziet het een beetje op de foto. Om daarmee die fysieke tragiek te verbergen. Maar dat verhield hem er niet van om zijn brein te laten spreken. Gramsci had een klein lijf, maar een groter brein. En hij begon eigenlijk als student al, toen hij pak een beetje een jaartje of 20 was, in Turijn, langzamerhand carrière te maken en vooral ook zich te wapenen met de pen. Het was de tijd van eigenlijk het begin van de Eerste Wereldoorlog. Zijn generatiegenoten werden naar het front geroepen om te strijden in de loopgraven. Gramsci natuurlijk zelf niet, vanwege dat fysieke gebrek. Maar hij greep naar de pen om op die manier strijd te leveren, geïnspireerd door het socialisme en uiteindelijk vooral geïnspireerd door de Russische revolutie. Hij dacht, een vergelijkbare revolutie die gaan we ook in Italië vormgeven. En zijn grote doorbraak die beleefde hij eigenlijk inderdaad vandaag precies 100 jaar geleden, op 1 mei 1919. Toen hij als militante journalist zijn eigen tijdschriftje lanceerde, L'Ordine Nuovo. Dat een nieuwe orde, letterlijk, probeerde uit te dragen in Italië. Een nieuwe orde die het bestaande liberaal-kapitalistische parlementaire stelsel zou moeten omvergooien. En inruilen voor wat hij noemde een arbeidersdemocratie. Dat was het ideaal wat hij had en hij wilde die arbeidersdemocratie verwezenlijken. Door eerst van tevoren een soort van cultuurstrijd te gaan voeren. Zodat alvast voordat politiek of economisch de orde kon worden gekanteld, alle neuzen dezelfde kant op zouden komen te staan. De tragiek echter voor Gramsci, even los van die fysieke kenmerken, was dat de nieuwe orde van zijn tijd niet die orde was die hij voor ogen had, maar de orde van het fascisme. Eigenlijk een paar jaar later, al in 1922, vindt de machtsgreep plaats van Mussolini. Gramsci die wordt een van de laatste oppositieleiders die zich nog probeert te verzetten tegen dat fascistische regime. Maar uiteindelijk belandt hij in de cel achter de tralies, waar hij tot in eigenlijk het einde van zijn leven ook moet blijven. Volgens de overlevering zal bij het proces zijn gezegd door de aanklager, we moeten dit brein voor 20 jaar lang het zwijgen opleggen.
Uiteindelijk wordt hij al iets eerder vrijgelaten vanwege zijn kwakkelende gezondheid. Het is iemand die constant eigenlijk worstelt met zijn fysieke gebreken. Op een gegeven moment vallen al zijn tanden uit. Hij kan nauwelijks slapen, wordt geplaagd door migraineaanvallen. Hij wordt uiteindelijk vrijgelaten vanwege die omstandigheden. Maar enkele dagen later, dan is het inmiddels 28 april 1937, dan sterft hij. En vooral die gevangenschap heeft ervoor gezorgd dat hij postuum is uitgegroeid tot een van de, je zou kunnen zeggen, helden van het antifascisme. Dusdanig dat afgelopen zaterdag, toen was het 28 april, 82 jaar na zijn sterfdatum, uitgebreid wereldwijd eigenlijk werd stilgestaan bij dat moment. En bijvoorbeeld Nicolas Maduro, de huidige, althans voorlopig nog huidige president slash dictator van Venezuela, die natuurlijk komt uit de Marxistische traditie, die heeft laten weten op Twitter dat Gramsci de waardigheid had die hem kracht verleende om te blijven strijden voor een rechtvaardige samenleving via de weg van het socialisme. Kortom, Gramsci is een soort van, ja, een ster geworden eigenlijk van het marxisme. En die sterstatus heeft niet alleen maar te danken aan die periode in de gevangenis, maar vooral aan het feit dat hij in de gevangenis dat brein helemaal niet tot zwijgen liet brengen, maar integendeel juist de tijd had om dat brein op volle toeren te laten werken. In de gevangenis ging Gramsci eigenlijk als een razende tekeer. Hij had dus er ook tijd voor, want hij kon niet slapen. En hij schreef in een hele serie soort van schoolschriftjes, quaderni in het Italiaans, en al zijn ideeën op over filosofie, politiek, cultuur enzovoort. De quaderni del carcere zijn die gaan heten. Eigenlijk de schoolschriften uit de gevangenis. Oftewel notitieboekjes, notities uit de gevangenis. En toen die werden uitgegeven na de Tweede Wereldoorlog, verkreeg Gramsci al heel snel daardoor een status die hem eigenlijk bijna op hetzelfde niveau zette als Marx zelf. He, Marx was natuurlijk de grondlegger van het marxisme. Gramsci werd eigenlijk bijna even belangrijk gevonden als marxistisch denker. Vooral ook omdat hij een belangrijke, je zou kunnen zeggen, aanpassing naar voren bracht binnen het marxisme, waar Marx natuurlijk de nadruk legde op het rijk van de economie, he, met de arbeidsverhoudingen en productiekrachten enzovoort, verschoof Gramsci de nadruk naar het rijk van de cultuur. En die verschuiving die was gegrondvest op de aanname dat het in het menselijk leven, in de samenleving, niet zozeer draait om de materie, dus om wat mensen maken, om de arbeid die ze verrichten, maar het gaat om de geest. Het gaat om wat mensen denken. Denkbeelden, ideeën die mensen hebben, die zijn sturend voor hoe mensen handelen. Nou, zo'n perspectief is natuurlijk niet heel verrassend voor iemand die vooral toch met de pen strijd leverde en toch vooral ook als een intellectueel kan worden gezien. Maar het aardige van Gramsci is dat hij benadrukte dat eigenlijk die claim op het zijn van een intellectueel veel breder kan worden getrokken dan wij doorgaans doen. Intellectuelen zijn vaak mensen zoals academici of journalisten of baliemedewerkers die zich verhevener achten dan, laten we zeggen, normale mensen. Maar Gramsci zegt eigenlijk, als je kijkt naar wat doet een intellectueel die denkt na, en dat is nou eigenlijk een eigenschap die alle mensen kenmerkt. Iedereen kan nadenken over de wereld om hem of haar heen. Kortom, alle mensen zijn intellectuelen. Sterker nog, Gramsci zegt, als je goed kijkt, zijn alle mensen eigenlijk filosofen. Want iedereen kijkt naar de wereld, iedereen probeert die wereld om hem heen tot op een bepaalde manier te begrijpen, te duiden, de ideeën daarover ook te delen met anderen. En omdat het denken volgens Gramsci, het denken over de wereld, sturing geeft aan het handelen, is niet alleen iedereen een filosoof, maar is ook elke vorm van filosofie per definitie een politieke stellingname. Marx die zei, beroemde uitspraak, filosofen die interpreteren de wereld, maar het gaat erom om de wereld te veranderen. Je zou kunnen zeggen dat Gramsci een stapje verder gaat en eigenlijk concludeert dat elke vorm van het proberen van de wereld te begrijpen impliceert die wereld ook veranderen. Elke vorm van filosofie is een vorm van politiek. Dat betekent dat politieke strijd in essentie een
ideeënstrijd is, een ideologische strijd, een cultuurstrijd, zou je kunnen zeggen. En dat betekent ook dat politieke strijd een heel langlopend proces is, waarbij eigenlijk al die verschillende individuen, alle intellectuelen, en dat zijn dus alle mensen, een rol kunnen spelen. En Gramsci die raakt eigenlijk geïnspireerd, zou je kunnen zeggen, door de realiteit van de Eerste Wereldoorlog om een metafoor te bedenken voor dat proces van die politieke strijd. Hij zegt, je kunt het eigenlijk vergelijken met een soort van loopgravenoorlog, of misschien een stellingenoorlog, zoals hij zegt. Dat wil zeggen, in de strijd om die cultuur heb je niet genoeg aan een snelle revolutie, een snelle manoeuvre waarmee je de tegenstander onschadelijk maakt, in de vorm van bijvoorbeeld een staatsgreep. Nee, je moet je ingraven, je moet stellingen innemen en heel langdurig de vijand bestoken en constant ervoor zorgen dat er nieuwe krachten, nieuwe aanwas komt vanuit het achterland. En die stellingenoorlog of loopgravenoorlog die vindt plaats niet in de politiek en ook niet in de economie, in de fabrieken bijvoorbeeld, maar die vindt plaats in wat hij noemt de società civile, oftewel in het Engels civil society, in het Nederlands het maatschappelijk middenveld. Eigenlijk alle organisaties die bijvoorbeeld in de media, in onderwijsinstellingen, religieuze instanties ook, die eigenlijk losstaan tot op zekere hoogte van de staatsmacht. Daar vindt die cultuurstrijd of ideeënstrijd plaats. En sturend dus binnen die strijd zijn intellectuele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een avondje organiseren in de Bali. Het doel daarvan, volgens Gramsci, het doel van welke vorm die je ook kiest in die stellingenoorlog, is het bereiken van hegemonie. En dat is eigenlijk het sleutelbegrip in Gramsci's filosofie, ook de term waardoor die beroemd is geworden. En die term hegemonie die gaat ervan uit dat succesvolle machtsuitoefening niet zozeer gebaseerd is op dominantie. Want domineren dat doe je bijvoorbeeld door dwang uit te oefenen, door mensen te verplichten om iets te doen of iets te geloven of iets aan te nemen. Nee, hegemonie werkt volgens Gramsci omdat mensen instemming verlenen aan hetgene wat de macht draagt. Dat wil zeggen, je hebt geen dwang meer nodig om mensen allemaal hetzelfde te laten denken of doen. Mensen gaan er vanzelf mee akkoord dat ze dat doen. Instemming in plaats van dwang. Geregeerden die ermee instemmen dat ze geregeerd worden. En wie ervoor zorgt dat dat soort hegemonie kan blijven bestaan en kan, zich kan ontplooien, dat zijn volgens Gramsci diegenen die zich daadwerkelijk intellectuelen noemen. Dus mensen zoals journalisten, academici enzovoort. Dus hij zegt, alle mensen zijn intellectuelen, maar niet alle mensen vervullen de functie van een intellectueel. Want je hebt dus een groep individuen in de samenleving die in dat maatschappelijk middenveld opereren. En die hebben de functie om de bestaande hegemonie in stand te houden. Of, en dat is belangrijk voor Gramsci, een alternatief te formeren voor de heersende orde. En dat kent voor Gramsci ook een hele concrete politieke vertaling. Want hij zegt, om die cultuurstrijd te kunnen uitvoeren en om eigenlijk dus die intellectuele functie een bepaalde richting te kunnen geven, heb je een politieke partij nodig. Hij was zelf een communist, hij was ook een van de leiders van de Communistische Partij van Italië. En hij zei, een politieke partij is bij uitstek het middel om allemaal verschillende min of meer gescheiden meningen, opiniemakers bij elkaar te brengen onder een gemeenschappelijke noemer, onder een sturende partijvorm. En om daarmee op die manier een, wat hij noemde, collectieve wil te creëren onder een groot deel van een samenleving. En voor Gramsci was het een teken aan de wand als partijen er niet in slagen om zo'n collectieve wil daadwerkelijk vorm te geven. Dat leidde volgens hem tot crisis. Een crisis eigenlijk die hij ook meende te herkennen in zijn eigen tijd. Een crisis van de bestaande orde. Eigenlijk een vacuüm van de hegemonie. En dat vacuüm bood volgens Gramsci met name kans voor wat hij noemde caesaristische figuren. Verwijzing naar Julius Caesar natuurlijk, naar eenlingen die zonder al te veel ideologie gebruik kunnen maken van dat vacuüm om zichzelf op het schild te hijsen. Wij zouden misschien zeggen, dat is een
dat Caesarisme is een soort van benaming voor het populisme. En volgens Gramsci moeten we dat soort fenomenen niet zien als de doorbraak van een nieuwe hegemonie, maar juist als een overgangsperiode waarin, zoals hij het zei, de oude orde aan het afsterven is, maar de nieuwe nog niet geboren kan worden. Een interregnum eigenlijk, waarin dat soort caesaristische figuren, Donald Trump, er zijn misschien ook wel dichter bij huis voorbeelden van te bedenken, kans maken. Nou, dat soort crisisperiodes die kunnen plaatsvinden, zegt Gramsci, als eigenlijk bestaande partijen intern te bureaucratisch worden, waardoor ze de band met hun achterban verliezen. En om dat te voorkomen, om die bureaucratisering van de politiek te voorkomen, zegt Gramsci, is het noodzakelijk om zorg te dragen voor een constante wisselwerking tussen de elite en het volk, om het zo maar te zeggen. Tussen de massa en de leiders. Dat impliceert voor Gramsci aan de ene kant top-down sturing. Hè, dus je hebt die figuren nodig die de functie hebben van een intellectueel om sturing te bieden aan zo'n partij en aan het creëren van zo'n collectieve wil. Maar tegelijkertijd heb je ook bottom-up continue aanwas nodig, zodat er steeds weer opnieuw nieuwe intellectuelen kunnen worden gecreëerd. Eigenlijk een proces van constante verheffing die ervoor zou moeten zorgen dat elk individu ook daadwerkelijk de functie kan gaan vervullen van intellectueel. Dat elk individu kan meedoen aan die cultuurstrijd. Nou, tot op zekere hoogte, en ik denk dat daarin het voornaamste belang ligt van Gramsci, tot op zekere hoogte is dat idee van alle mensen kunnen een rol spelen als intellectueel in de meer recente geschiedenis uitgekomen. Ik denk vooral dankzij ontwikkeling van de sociale media in de afgelopen 10, 15 jaar ongeveer, is inderdaad eigenlijk elke individu in staat om via die sociale media zijn of haar mening in het maatschappelijk middenveld naar buiten te brengen en daarmee dus inderdaad de functie te gaan vervullen van een intellectueel zoals Gramsci dat voor ogen had. En tegelijkertijd, min of meer parallel daaraan, en parallel dus aan de ontwikkeling van sociale media, kun je ook denk ik stellen dat in de westerse samenleving in het algemeen de oudere, meer laat zich op de economie gerichte ideeënstrijd en ook met name klassenstrijd vervangen is door een soort van cultuurstrijd die zich vooral richt op kwesties met identiteit bijvoorbeeld. Daardoor zou je kunnen zeggen, dat is denk ik een proces dat zo begonnen is, min of meer eigenlijk op het moment dat ook Gramsci werd herontdekt eind jaren 70, begin jaren 80. Daardoor is langzamerhand het economische domein steeds minder gepolitiseerd geraakt. In Nederland bijvoorbeeld zijn eigenlijk alle mensen gewoon hele brave liberalen. Maar het culturele domein is juist voorop komen te staan in het politieke debat. En in die huidige cultuurstrijd is Gramsci nog steeds heel nadrukkelijk een eikpunt. Ik noemde net Nicolas Maduro, maar we kunnen ook dichter bij huis gaan kijken, bijvoorbeeld in België, waar de beroemde Belgische filosoof Chantal Mouffe, die hier trouwens nog niet al te lang geleden ook in de Bali, ook voor een uitverkochte zaal, haar verhaal mocht houden. Chantal Mouffe is iemand die zich heel nadrukkelijk laat inspireren door Gramsci en die eigenlijk pleit op grond van Gramsci's idee van het creëren van een collectieve wil voor wat zij noemt linkspopulisme. Dat wil zeggen, een brede volksbeweging die allemaal verschillende groepen die niet per se dezelfde belangen delen aan elkaar kan rijgen en daarmee een algemeen front kan vormen in zo'n loopgravenoorlog tegen de internationale elite. Maar tegelijkertijd is Gramsci ook in de afgelopen jaren vaak op het schild gehesen als de verderfelijke aartsvader van het cultuurmarxisme. Dat is een beetje een vage term, wat volgens mij te maken heeft met het feit dat de mensen die de term bezigen niet uitblinken in conceptueel heel helder denken. Maar de essentie, meen ik zelf te bevroeden, is dat cultuurmarxisme zou draaien om het ondermijnen van de westerse cultuur van binnenuit. Bijvoorbeeld via migratie of via de Europese Unie of via het ondermijnen van het traditionele gezin enzovoort enzovoort. Nou, we zien vanuit de Gramsci-bril is dat die term op zich niet zo heel gek. Hè? Cultuurmarxisme is eigenlijk een term die bestond nog niet in Gramsci's tijd, maar hij zou waarschijnlijk die term
wel terecht vinden voor hetgene wat hij voor ogen had. Hij was een Marxist die de cultuur belangrijk vond. Dus in die zin is die term op hem zeker van toepassing. Wat hij echter wel raar had gevonden was waarschijnlijk de invulling die er nu aan wordt gegeven. Ten eerste van dat Marxisme is weinig meer over. Zelfs in Oost-Groningen zijn er volgens mij geen Marxisten meer. En tegelijkertijd die vermeende libertaire waarden die in die dat cultuurmarxisme centraal zouden staan, zoals het ondermijnen van de hoge cultuur of het ondermijnen van het traditionele gezin, daar zou Gramsci eigenlijk allerminst mee geassocieerd willen worden. Integendeel. In zekere zin was Gramsci zelf, naar onze huidige maatstaven gemeten, een hele conservatieve denker. Bijvoorbeeld als het gaat om, hij heeft het uitgebreid geschreven over seksualiteit en het pleit daarvoor voor monogame relaties. Hij heeft ook uitgebreid geschreven over de katholieke kerk eigenlijk als het model voor een succesvolle hegemonie. De katholieke kerk is bij uitstek de organisatie die geen politiemacht nodig heeft om mensen te overtuigen. Dat gaat gewoon via de priester die vanaf de kansel predikt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is het precies het idee wat Gramsci heeft bij een intellectueel die dus de functie heeft, van een soort van verbindingselement tussen de elite en het volk. Helemaal vertakt in de samenleving is die kerk en zo ziet hij ook de rol voor zich van een politieke partij. De richting vervolgens die hij daarmee wil aangeven, die is ook, je zou kunnen zeggen, naar hedendaagse maatstaven gemeten relatief conservatief, want hij zegt die hegemonie die moet je veroveren op het niveau van het nationaal volkse van de nationaal volkse sentimenten eigenlijk. Dus hij zegt, internationalisme is natuurlijk een belangrijk kenmerk van het communisme, maar volgens Gramsci moet je juist op nationale schaal, op het niveau van de natiestaat kortom, het volk proberen te betrekken bij de elite. En juist die woordkeus, nationaal volks, is natuurlijk iets wat veel meer past bij hedendaags rechts eigenlijk dan bij hedendaags links. En daarom is het misschien ook geen verrassing dat Gramsci de laatste tijd ook vooral misschien door bewegingen, krachten die zichzelf rechts noemen, gebruikt is. Eigenlijk opnieuw is afgestoft en opnieuw gemobiliseerd voor een soort van nieuwe cultuurstrijd. Je ziet dat in Italië heel duidelijk. Niet verrassend. Matteo Salvini, de leider van de rechtse Lega, die citeert graag Gramsci. Niet helemaal verrassend, want Salvini is ooit begonnen in zijn jongere jaren als communist, lid van een jeugdbeweging in Milaan. Maar bijvoorbeeld ook, je ziet het nog duidelijker in Frankrijk. Bij Marion Maréchal, dat is het nichtje van Marine Le Pen. Een jonge blondine die eigenlijk nog net ietsje radicaler is dan Le Pen zelf. Helemaal het gezicht is geworden van identitair rechts in Frankrijk. En zij heeft recentelijk keer op keer benadrukt dat zij Gramsci eigenlijk wil gebruiken als boegbeeld van rechts, van een nieuwe cultuurstrijd in Frankrijk gevoerd moet worden op een Gramsciaanse manier, dus via de media, via het onderwijs, om daarin nieuwe rechtse intellectuelen te creëren die die cultuurstrijd voor rechts kunnen gaan winnen. Nou, ook internationaal zijn er andere voorbeelden denkbaar. Steve Bannon werd al genoemd, de gladiatorenschool die hij voor ogen heeft in Italië. En voor de liefhebbers kan ik u ook aanraden om een keer te kijken op de website van het wetenschappelijk bureau van het Forum voor Democratie, geleid door Paul Cliteur. En dat is een site die echt druipt van cultuurmarxistische noties. Daar wordt in vette letters benadrukt dat de lange mars door de instituties nu gaat plaatsvinden en dat er nu sleutelposities zullen worden herveroverd, terugveroverd binnen de media en binnen het onderwijs. En daarmee, vrees ik, is de tragiek van Gramsci compleet geworden. Want niet alleen is de nieuwe orde die hij 100 jaar geleden lanceerde er nooit van gekomen, maar sterker nog, vanaf vanavond zal zijn gevangenisgeschriften die zullen prijken op het leestafeltje op het hoofdkantoor van Forum voor Democratie op de Herengracht hier in Amsterdam. Ik dank u voor uw aandacht.
Dankjewel. Dankjewel voor je mooie inleiding. Betekent het dan ook, als je kijkt naar Gramsci en hoe hij nu zou luisteren naar wat er gebeurt met zijn erfenis, met zijn filosofie, dat hij in die zin er misschien van zou balen dat hij in zijn kaarten heeft laten kijken? In de zin van de cultuurstrijd die aan één kant, stap 1 was de methode, stap 2 was het marxisme. Ja. Maar stap 1 dient nu ook de andere kant van die strijd. Dat is een goede vraag. Ik denk dat het de metafoor van in zijn kaarten laten kijken heel lastig is te beantwoorden. Of lastig toe te passen op Gramsci. Want hij laat zich eigenlijk helemaal niet in zijn kaarten kijken. Kan u verklappen, ik heb flink geworsteld met de vertaling. Omdat het een hele moeilijke, hermetische, duistere, ingewikkelde tekst is. Ook hij heeft het bewust moeilijk opgeschreven. Want de cipiers lazen mee in de cel. En hij probeerde te voorkomen dat die dus inderdaad met zijn theorieën er vandoor gingen of hem misschien zouden censureren. En hij heeft dat geprobeerd te voorkomen door het heel moeilijk op te schrijven. En die cipiers begrepen er ook helemaal geen hout van. Dus dat is in die zin gelukt. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat juist omdat het zo ingewikkeld in elkaar zit, die tekst, en het ook vaak allemaal gedachten zijn die niet helemaal zijn afgemaakt, niet helemaal zijn afgerond tot een mooi lopend verhaal, kun je er van alles in lezen. Je kunt er, welke ideologie je ook hebt, dat kun je er wel uithalen. En dat verklaart misschien ook wel waarom hij zo zowel door links als door rechts nu gebruikt wordt. Iedereen kan er wel iets in terugvinden. Dus in die zin, die kaarten liggen inderdaad, het zijn hele moeilijk leesbare kaarten, maar ze liggen wel eigenlijk open op tafel. En je kunt er altijd eentje uitkiezen die voor jou misschien net de joker is die, die van pas komt. Wat maakt voor jou zijn denken of de dingen die jij zegt relevant voor debatten die we nu voeren? Wat vind jij, zeg maar, hoe kan je op een goede manier dat gesprek voeren dan zonder dat je cherry pikt wat toevallig in jouw straatje past? De teksten lezen, maar ik denk dat het eigenlijk het belangrijkste van Gramsci voor nu is dat idee wat hij heeft van hoe die, laten we zeggen, die definitie van intellectueel, van iemand die nadenkt, is uitgekomen in de zin dat alle mensen, dus niet alleen intellectuelen zijn, maar dat bijna nu ook alle mensen de functie van intellectueel vervullen. Hè, dus dat eigenlijk door die sociale mediaontwikkeling dat proces van opinievorming dusdanig is uitgesmeerd geraakt over de hele samenleving, dat inderdaad nu elke individu die een telefoontje heeft om te twitteren, die functie kan vervullen van opiniemaker. En dat heeft hij natuurlijk helemaal niet voorzien. Maar dat is denk ik wel een van de belangrijkste redenen waarom hij nu opnieuw relevant kan worden geacht voor, om te begrijpen wat er aan de hand is. Hè? Om ook die verschuivingen misschien in de hedendaagse hegemonie, als die bestaat, om die te kunnen duiden. Ja, ja. En in die zin betekent het ook een gesprek voeren misschien over de verantwoordelijkheid die meekomt met het feit dat iedereen die functie nu kan vervullen. Ja, zeker. Ook omdat vanuit zijn optiek de politieke partij daarbij een sleutelrol speelt. En je zou kunnen zeggen dat in de meeste westerse landen die politieke partijen nu in een overgangsfase zitten waarbij ze die traditionele achterban niet meer kunnen warm maken. Kijk naar de CDA, PvdA enzovoort, allemaal partijen in crisis. En dat heeft wat te maken, denk ik, met elkaar. Dus de opkomst van die sociale media heeft te maken met de ondergang misschien wel van die klassieke politieke partijen. Dat zijn communicerende vaten. En je zou kunnen zeggen, je kunt hem lezen als iemand die probeert om op die problematiek een antwoord te vinden. Goed, we gaan erover doorpraten. Ga lekker weer op de eerste rij zitten. We komen zeker bij je terug op het moment dat we begripsverwarring hebben rondom Gramsci. Dan kun je ons uit de verwarring helpen. Maar voor nu vraag ik heel graag naar voren onze drie panelleden. Geef ze een warm applaus. Gabriel van den Brink, Lisa Westerveld en Sjoerd de Jong. Kies een stoel. De reden, een vrijwillig gedwongen keuze is het voor die stoel dan nu. De reden dat we in de microfoon moeten praten is voor de livestream, want er kijken ook mensen mee. Goed dat jullie er zijn. We hebben, voordat we naar een tweede fragment gaan luisteren, die het gesprek denk ik wat richting geeft, misschien eerst even om jullie drieën goed te introduceren. Gabriel van den Brink, hoogleraar wijsbegeerte aan de VU. Al jarenlang actief in het maatschappelijk debat. U was, terwijl de ijsklontjes in de glazen vallen, u was in de jaren 70 flink betrokken bij de Nijmeegse studentenbeweging. U was lid van de Communistische Partij. U las toen Gramsci voor het eerst. Daarna brak u met de Communistische Partij en ook met het marxistisch denken. En u las nu Gramsci weer. Op wat voor manier is Gramsci voor u relevant als u het nu leest? Het is een enorm verschil
denk ik, in de tijd. Ja, inderdaad. Ik ben afgestudeerd op Gramsci. Ik heb ook mijn scriptie 40 jaar geleden, precies 40 jaar, meegenomen. Het ideologiebegrip van Gramsci. En ik heb er zeer grondig in verdiept. En ik was ook echt wel een bewonderaar van hem. Het was voor mij een jeugdheld. Ik was inderdaad lid van de CPN. En wij zochten naar een alternatief voor het Stalinisme van de CPN. En wij zochten vooral naar een vorm van Marxisme en communisme waarin cultuur serieus werd genomen. En dat vonden wij bij Gramsci. Dus Gramsci was voor mij echt een held. Ook om allerlei biografische redenen nog. Maar dat moet hier van even erbuiten blijven. En ik heb dat grondig bestudeerd, maar toen eigenlijk 40 jaar niet meer. En nu het boek opnieuw gelezen. He, prachtig boek, mooi vertaald. En wat doet dat nou met je? Twee dingen eigenlijk. Ik schrok eigenlijk wel van sommige dingen. Ik vind dat Gramsci, zoals ik het nu las, op een aantal punten echt de gevangene ook is van de marxistische orthodoxie. Je ziet hem nog steeds bepaalde schema's van Marx eraan vasthouden. Die kan hij niet loslaten, terwijl hij eigenlijk zijn beweging in een andere richting gaat. Hij worstelt met de economische structuur. Hij denkt dat de geschiedenis alleen maar uit strijd bestaat, enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd, dus dat is het minder goede nieuws, zal ik maar zeggen. Ik dacht van God dat ik daarin geloofd heb. Maar, u kwam uzelf weer tegen ook. Jazeker, althans mijn vroegere ik. Hè, dus er is wel iets gebeurd intussen, hoor. Maar het interessante is, want het is ook goed nieuws, dat je ook ziet dat hij ondanks die gevangenschap, en bedoel ik ook zijn mentale gevangenschap en zijn loyaliteit, dat hij ook nieuwe wegen inslaat en met beperkte middelen een enorme vlucht neemt en echt nieuwe dingen ontdekt. Bijvoorbeeld, hij ontdekt Amerika, hè, als Marxist, wat daar gebeurt. En dat is echt, en probeert dat te doorgronden. Dat het iets productiefs is, dat het niet alleen maar slecht is, maar dat het iets productiefs is. Het Fordisme noemt hij dat. En hij ontdekt, en dat is denk ik zijn hoofdbijdrage, en dan laat ik het daar even bij, hij ontdekt wat in het Marxisme niet gedacht werd. Hij ontdekt dat namelijk, wat is politiek eigenlijk? Het Marxisme heeft geen theorie van de politiek. Het Marxisme heeft alleen een theorie van, hè, staat het comité van de heersende klasse, nou, dat is geen theorie van de politiek, dat is gewoon instrumenteel op. Maar Gramsci ontdekt dat politiek echt iets is. En hij doet dat via Machiavelli, maar eigenlijk doet hij het via Croce en Hegel. En hij ontdekt, dat is de inleider heeft dat terecht naar voren gehaald, dat politiek niet kan bestaan zonder ethisch politiek moment, zonder moraal, zonder idealen en zonder wat hij noemt een synthetisch moment. Het moment namelijk waarop je boven je particuliere belang uitstijgt en het geheel kunt denken. Ja, ja, ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar onze tweede gast, denk ik. Lisa Westerveld, politicus voor GroenLinks, filosofie gestudeerd, filosoof. Ja. Als we naar Gramsci luisteren, hoe we het net hoorden en ook de inleiding, dan zijn er ook mensen die het misschien zien als een handboek voor de politiek, die lessen leert aan de politiek. Is dat ook een manier voor jou waarop jij misschien, als je hiernaar luistert, Gramsci ziet? Als politicus? Ja, voor een deel wel. Maar ik kwam daar ook pas achter toen ik dit boek, twee weken geleden weer, toen ik dit boek begon te lezen. En misschien, het is wel grappig, ik ben dus afgestudeerd op Karl Popper en zijn The Open Society and Its Enemies, waarin hij beschrijft van wat is nou de beste manier om de samenleving in te richten, waar hij heel veel kritiek geeft op Marx. En toen heb ik gedurende mijn studie ook gezocht naar een aantal filosofen die wat tegenwicht bieden, die misschien kritiek hebben. Ja, Gramsci kon natuurlijk geen kritiek hebben op Popper, want het boek kwam pas later. Maar wel naar die op een andere manier naar Marx keken. En ik ben uiteindelijk uitgekomen bij Chantal Mouffe, die op een hele andere manier dus ook kijkt naar de samenleving. Maar dat is dus wel grappig hoe je ziet dat verschillende filosofische theorieën weer bij elkaar komen. Maar toen ik twee weken geleden Gramsci ging lezen en vooral ook zijn ideeën over dat macht niet per se iets is wat bij politici ligt, maar wat vooral voortkomt uit meenemen van maatschappelijke organisaties, toen moest ik wel heel erg denken naar ook mijn werk in de Tweede Kamer. Want het is natuurlijk, je hebt als Kamerlid, als politicus, heb je natuurlijk ideeën over de samenleving en waar moet het naartoe, anders zou je ook niet in de politiek gaan. Maar tegelijkertijd, wat wij heel erg nodig hebben, is dat mensen achter je staan. Dat als ik iets wil met het onderwijs, ja, wat doe ik dan? Dan bel ik verschillende organisaties op. Hè, de koepels van onderwijsorganisaties. Dan bel ik met docenten. En dat lees je heel erg ook terug in die theorieën van Gramsci. En dat is best wel goed om dat zo te beseffen. Hoe soms, tientallen jaren geleden, zaken werden voorspeld waar we nu dus, ja, heel wat van kunnen leren. Ja, dus in die zin die relatie tussen wat dan elite of volk zou zijn, of de relatie tussen de politicus en degene die op hem gestemd is, dat is iets wat bij Gramsci voor jou bevestigt dat contact
goed gevoerd en belangrijk is. Nee, wat het vooral bevestigt is dat als je iets voor elkaar wil krijgen, dat je dan breed draagvlak moet hebben. En dat het niet alleen maar blijft bij grote mooie vergezichten. Maar dat het vooral blijft bij dat je vooral toegaat naar ideeën die uiteindelijk in de praktijk werken. En waar dus mensen in de hele samenleving achter staan. Ja, ja. Sjoerd de Jong, een ander domein. Ombudsman bij NRC. Filosofie gestudeerd ook. Mm-hmm. Een ander domein van Gramsci is de afgestudeerd op Schopenhauer. Dus daar zie je meteen de verwording van de universiteit. Ja. Nou ja, maak daarvan wat je wil, zou ik zeggen. Ja. In ieder geval, een ander domein is ook de journalistiek. Ja. Als je het hebt over macht. Hè, journalistiek wordt vaak de vierde macht genoemd. Hoe relevant is Gramsci's denken over macht voor de journalistiek? Nou, kijk, laat ik dit zeggen. Zeer relevant. Want de eerste keer dat ik de naam van Gramsci uitgesproken hoorde, dus niet last, maar gewoon iemand hoorde, was in het gebouw van de Tweede Kamer, waar ik voor iets moest zijn, als ombudsman al. En op een trappetje omhoog Martin Bosma tegenkwam. Van de PVV. Die mij herkende, gelukkig, van mijn fotootje. En naar mij riep, minder Gramsci in de krant. En wat bedoelde die? Dat weet ik niet. Geen idee. Heb je dat niet gevraagd? Nee, hij schoot omhoog achter zo'n plexiglas deur. Ja. PVV zit ook in een afgesloten ruimte, hè? Daar kan je niet zomaar komen. Ja. Dus ik stond daar, hij liet mij verbijsterd achter, niet voor het eerst. En ook al omdat ik kom van een op de middelbare school in de jaren 70, een progressief christelijk gymnasium, waar mij in de vierde klas welkeurig acht bezwaren tegen het marxisme werden gedicteerd. Ik ken ze niet meer alle acht, maar. En ik ter compensatie eigenlijk alleen las Ernest Mandel, Inleiding in het Marxisme. Verder ben ik nooit gekomen. Ja. Maar toch als hij dat dan vraagt, of zegt eigenlijk, toeroept, iets minder Gramsci in de krant. Ja. Misschien dat hij daar dan wel mee zegt dat die cultuurstrijd ook in de kolommen van de krant bepalend is voor de stand van het land. Dat is absoluut waar, helaas. Ik ben zelf een cultuurstrijd-scepticus. En dat komt ook omdat ik de opkomst van de PVV en Bosma is een figuur die een rol speelt in een boek, een onverbiddelijke non-bestseller die ik een keer geschreven heb over cultuurrelativisme. Dat raakt hier wel aan. Want wat mij opviel was, je zag in kringen van wat nu anticultuurmarxisten zijn, dat waren vroeger, of 10 jaar geleden eigenlijk, anticultuurrelativisten. Hoor je ze niet zoveel meer over. En dat klopt ook. Want wat me opviel was dat ze in hun zogenaamde anticultuurrelativisme heel veel vooronderstellingen van dat cultuurrelativisme overnamen. He, namelijk het idee dat menselijk gedrag bepaald wordt door cultuur. Niet door economie, nee, cultuur. Dat culturen onderling heel erg verschillend zijn. Dat de ene niet met de andere te verenigen is en zo. Dus eigenlijk, Martin Bosma en de zijne en een deel van de huidige anticultuurmarxisten vond ik cultuurrelativisten. Ja. En dat heeft mij mijn scepsis over het hele culturalisme, wat in het Nederlandse debat hoogtij viert, wel gevoed. Ja. Volgens mij zijn we goed begonnen. Laten we voordat we wat rustiger proberen om wat lijnen uit elkaar te trekken en analyse van hoe Gramsci naar de huidige tijd zou kijken, eerst nog eens luisteren naar hem voor het tweede fragment. Gramsci. Als de dominante klasse niet meer op instemming kan rekenen en dus niet meer leiding geeft, maar enkel domineert door louter dwang uit te oefenen, dan betekent dat precies dat de grote massa's zich hebben losgemaakt van de traditionele ideologieën, niet meer geloven wat ze eerst geloven enzovoort. De crisis bestaat precies uit het feit dat het oude sterft en het nieuwe niet geboren kan worden. Dit is voor de civiers dus, hè? Een interregnum waarin de meest uiteenlopende ziekelijke verschijnselen voordoen. Op een bepaald punt in de historische bestaan maken de maatschappelijke groepen zich los van hun traditionele partijen. Dat wil zeggen dat traditionele partijen in hun specifieke organisatievorm en met de bepaalde mensen die die partijen vormen, vertegenwoordigen en leiden, worden niet meer erkend als de spreekbuis van hun klasse of van een deel van die klasse. Als deze crisis zich voordoet, wordt de onmiddellijke situatie delicaat en gevaarlijk, omdat het veld open ligt voor gewelddadige oplossingen, voor de optreden van duistere machten belichaamd door messianistische en charismatische leiders. Ja. Gaan we even van de drink? Sommige mensen die zeggen dat wij misschien wel in zo'n moment zitten, dat
dat we misschien in zo'n moment zitten. Jan Rotmans, hoogleraar transities, zegt vaak, je hebt een tijdperk van verandering en nu zitten we in een verandering van tijdperk. De sterke leider wordt misschien weer aantrekkelijk, zien we om ons heen. Als u dit luistert, is dat dan een herkenbare tekst om iets over nu te zeggen? Over het populisme is veel te zeggen, maar als je dat nou vanuit een soort Gramsciaanse analyse zou willen begrijpen, dan denk ik dat je moet beginnen met voorop te stellen dat Gramsci altijd heeft gestreden en gedacht voor de verbinding van hoog en laag. De verbinding van elite en volk. De verbinding van idealen en realiteit. De verbinding van moraal en productie. De verbinding ook van hoofd en hart. Hij systematisch, ik denk dat dat het kernstuk van zijn denken is, om voorbij te komen aan de simpele, maar zeer breed aanvaarde tweedeling van geest en lichaam. Daar strijdt hij tegen en hij heeft ook proberen te denken dat dat niet alleen voor je privé belangrijk is, maar ook in het publieke leven sterker. Hij denkt dat politiek bestaat uit die verbinding en dat daar intellectuelen voor nodig zijn. Dus, zolang het goed gaat, dat wil zeggen zolang er een hegemonie is, bestaat er zoiets als een verbinding. En heeft die elite ook geloofwaardigheid. Maar, en nu komen we bij dat moment, en misschien beleven we dat nu, maar in ieder geval hij beleefde dat zeer duidelijk in zijn tijd. Er kan een moment komen dat die verbinding verloren gaat en dat de elite niet meer in staat is dat geloof zelf na te leven. En bij gevolg ook de gewone mensen zeggen, ja, sorry, waar gaat dit over? Dat is de hegemoniale crisis. Ja. En ik denk inderdaad dat wij nu, en niet per se vandaag, want dat is al een jaartje of 10 gaande, eigenlijk al 2 decennia... dat de geloofwaardigheid van de bovenlaag, van de elite zoals die bestaat, politiek, bestuurlijk, enorm onderuit is gegaan. En dat mensen gewoon zeggen, en dat kun je ook al in onderzoek vinden, van ja, u praat wel mooi, maar ik geloof er niks van. Ja. He, en het nieuwe is er nog niet. Maar het populisme moet serieus genomen worden als een uiting van die stem. Eigenlijk zegt het populisme tegen de elite, u doet uw werk niet. En u had beloofd dat u zo, hè, bepaalde idealen, dat, maar inderdaad, de sociaaldemocratie is ideologische veren kwijt, het christendemocratie is een C kwijt, bedoel, het zijn allemaal liberalen geworden. Waar gaat dit over? Ja, ja, over de markt. Hadden we daar politiek voor? Nee. Ja. Dus in die zin is misschien het absoluut tweede gedeelte van... wat hebben we? 1929 herhaalt zich, hè? De crisis van 2008. Vormen van populisme zijn opnieuw in opmars. Er werpen zich sterke leiders. Het enige wat we dus godzijdank niet hebben uit de jaren 30 is een wijdverbreide skepsis ten aanzien van democratie. Op dit moment is het zo dat de meeste mensen zeggen, doe mij maar democratie, want iets beters hebben we niet. Dat was in de jaren 30 anders. Ja. En we hebben media, dat is ook anders. Dus er zijn verschillen en gelijkenissen. Maar dat er op ideologisch vlak een crisis is in de hegemonie, staat als een paal boven water, wat mij betreft. Ja. Lisa Westerveld? Ja, nou wat hier wel interessant aan is natuurlijk wat je telkens weer ziet opduiken, is het onderscheid dat wordt gemaakt in elite en het volk. En daar wil ik 2 dingen over zeggen. Want ik denk dat onderscheid voor een deel veel groter wordt gemaakt dan dat het echt is. Als ik nu kijk naar mezelf als volksvertegenwoordiger, maar ook naar al die andere 150 Kamerleden, dan zijn wij ook mensen die door het hele land lopen. Ik woon gewoon in een appartementje in Nijmegen. We zijn allemaal, ook mede door de opkomst van sociale media, eigenlijk wel direct aan te spreken. Als je mensen, wie dan ook, een mail stuurt, al onze mailadressen zijn openbaar, dan krijg je over het algemeen een antwoord terug. Dus in die zin zie ik dat onderscheid niet zo. Maar waar ik hem wel in zie, is de discussies die wij ook in de Tweede Kamer voeren, die vaak heel ver afstaan van waar veel mensen in Nederland mee bezig zijn. Als ik op mijn voetbalclub kom, dan hoor ik heel vaak, nou Lisa, waar jullie weer een discussie over hebben. En dan beginnen ze iets over, bijvoorbeeld een tijd geleden was die hele discussie over genderneutrale toiletten, was actueel. En de mensen op mijn voetbalclub, die snapten dat helemaal niet, want die hebben moeite om het einde van de maand te halen. Dus in die zin zie ik wel heel duidelijk dat je dus wel een onderscheid hebt in waar wij over praten en debatteren en hoe dat overkomt en waar mensen mee bezig zijn. En snap ik dus ook heel erg goed dat veel mensen teleurgesteld zijn in de politiek, want in verkiezingstijd wordt er van alles gezegd. Ja. Willen we dat ook wel bereiken, maar hebben we ook weer een land waarin we uitgaan van consensus en waarin je heel vaak compromissen moet sluiten om iets te kunnen bereiken. Maar heeft dat niet ook te maken met die hegemonie, dat woord waar we over praten, dat aan de ene kant degene die zegt, ik haal het eind van de maand niet met mijn salaris, op een andere manier
misschien economischer. Ik hoorde Gabriel van der Brink zeggen dat de markt, dat de afgelopen 10 jaar toch niet het antwoord misschien heeft kunnen geven. En tegelijkertijd de partijen hun ideologische veren afschudden. Maar die markt die hangt er nog wel boven en er zit een gedeelte van de onvrede. Sjoerd, en aan de andere kant zijn er heel veel groepen die zichzelf willen emanciperen, die zich naar binnen willen vechten, die ook onderdeel willen zijn van dat culturele spel en die misschien zeggen, die genderneutrale toiletten, dat is wel de discussie die we nu moeten voeren, want dat is wat ons emancipeert. Sjoerd de Jong? Wat is de vraag? De vraag is, kunnen we dat uit elkaar trekken en op een manier dat het zinnig is om daarover te praten? Want je wil ook niet, met alle respect, de genderneutrale toiletten uitspelen tegen degene die het salaris... Dat was mijn voorbeeld. Nee, maar ik als ingang. Nu noem je dus een voorbeeld wat inderdaad onderdeel is van die cultuurstrijd die ik trouwens als ombudsman bij lezers ook veel meemaak, hè? Dat is nog 1 jaar of 5 geleden kreeg ik post van lezers die vonden NRC te populair worden. NRC is van oudsher natuurlijk gezien in elk geval als een elitaire basiskrant. Niet bovenbouw, basis. Elitaire basiskrant. En de kritiek was, de krant wordt te populair. Dus zeg maar van Huizinga lezing, te veel naar De Wereld Draait Door. Hè? Ja. Maar die kritiek hoor ik eigenlijk niet zoveel meer. Kan zijn dat men er dus aan gewend is, of toch liever De Wereld Draait Door kijkt. Maar wel, de krant is te links, de krant is te rechts. De krant is racistisch, de krant is te antiracistisch. Dus die hele cultuurstrijd zie je wel vertaald ook in wat mensen bezighoudt. Ook in hun omgang met media. En ik vind het aan de ene kant goed, omdat dat je dwingt om na te denken over wat je doet als medium. Aan de andere kant vind ik het ook een jammerlijk verschijnsel. Ik betwijfel namelijk, of ik ben het eens met Gabriel van der Brink, dat je kan zeggen, we leven in een soort hegemoniale crisis. Dat gevoel deel ik. Aan de andere kant, dan heb je het misschien toch over de verkeerde denker hier. Want Gabriel noemt eigenlijk als voornaamste euvel depolitiseringen. Iedereen is liberaal. Daar hadden we de politiek niet voor. Maar ik zou zeggen, kijk, je hebt ook een Carl Schmitt. Vriend-vijand. De essentie van politiek is strijd tussen vriend en vijand. Ik herken eigenlijk veel meer van dat denken in die moderne cultuurstrijd dan dat van Gramsci. Ja, ik... Trouwens ook bij Chantal Mouffe. Ja. Even een reactie op mijn buurvrouw die ongetwijfeld enorme pogingen doet om de kloof tussen Tweede Kamer en het volk te overbruggen. Maar de vraag zou zijn, vanuit Gramsci even gezien, dat vervullen Tweede Kamerleden van de ene en de andere partij hun intellectuele functie. Dat wil zeggen, slagen zij erin die verbinding te maken tussen hoog en laag. En bij dat lage hoort iets, in de Gramsciaanse termen, namelijk common sense. Gezond verstand. Gedeelde betekenissen. Gedeelde richting ook. En iets volks. Namelijk, weet je wel voldoende waar gewone mensen zich zorgen over maken en druk over maken. Dus als je praat in de Tweede Kamer of in de universiteit of op televisie en je begint een heel betoog over genderneutrale wc's en je voelt niet, en de nadruk ligt hier op voelen, je voelt niet dat dat bij de meeste Nederlanders een aversie oproept, dan slaag je niet als intellectueel. Je kunt 100% gelijk hebben, academisch, om allerlei redenen, ethisch. Maar je mislukt als politicus en als intellectueel. Je mislukt als organisch intellectueel. Nee, je mislukt als intellectueel in de definitie van Gramsci. Namelijk niet als specialist, maar als leider. Als leider van een politieke beweging. Als initiator van het ethische moment. Niet omdat het over... Kijk, moralisme is het punt niet. Moralisme is alleen maar hoog. Het gaat om de verbinding van hoog en laag. Hoe je een bepaalde moraal kunt verbinden met gewone mensen. En dat mis ik in zulke betogen. Ja. Lisa? Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want juist je functie als Kamerlid, als politicus, is het ook om op te komen voor bijvoorbeeld een kleine groep die ergens wel last van heeft. En ook juist om voor die groep te zorgen dat ze het beter krijgen of dat ze gehoord worden. En nou noemde ik toevallig dit voorbeeld, maar we merken het ook in de Tweede Kamer. Als we praten over een onderwerp als diversiteit, voor heel veel mensen speelt dat niet. Hoezo zijn er ongelijke rechten tussen mannen en vrouwen of tussen minderheden? Maar voor een kleine groep speelt dat wel en is dat heel erg belangrijk. En ik vind het dus de taak van mij als Kamerlid om ook juist die groep mensen te horen. Of nou, bijvoorbeeld, ik ben als Kamerlid
is verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is helemaal niet zo'n onderwerp waarbij de meeste Nederlanders zullen denken van, oh, wat een belangrijk thema is dat. 1 op de 10. En dat komt, nou ja, precies. Wat je dus ziet, is dat er dus wel een groep jongeren is, vooral jongeren met hele complexe problemen, voor wie het heel belangrijk is, dat je wel als Kamerlidje laat horen. Dus je bent er niet alleen om die discussies te voeren die iedereen raken. Je bent er ook juist om je hard te maken voor een kleinere groep die ook nodig heeft dat hun stem wordt gehoord. We zijn het even oneens. Bedoel jij nu dat we in de Tweede Kamer 150 organische intellectuelen moeten hebben? Nee, wat ik bedoel is dat als je streeft naar hegemonie, wat een taak van de politiek is, het niet je taak om de belangen van minderheden te verdedigen. Ik bedoel, dat is een nobele taak, daar gaat het niet over. Mm-hmm. De taak is groter. In Gramsciaanse zin, ik probeer even te denken vanuit Gramsci en ik neem dat even voor mijn rekening. Het gaat om of je hegemonie kunt vestigen. Dat wil zeggen of je een alternatief kunt vinden voor de hegemonie die nu bestaat. Er is een hegemonie. Die is liberaal. Iedereen heeft het over diversiteit. Prachtig. Welke belangen komen in de verdrukking? En kun je dat op een hoger niveau, dus niet op niveau van minderheden, maar op een niveau van algemeenheid, verdedigen? Kun je een synthese maken waarin weliswaar die rechten van die minderheden zijn meegenomen, waarbij een algemener verhaal wordt verteld wat voor de samenleving als geheel wervingskracht heeft. Dat is meer dan zo'n functie die je nu beschrijft. Maar dan maken we daar in die zin een onderscheid misschien tussen het Gramsciaanse, op wat voor manier kun je een hegemonie maken, en ten opzichte van hoe wil je daar binnen bewegen als individu, en waar voel je je verbonden mee? Ja, ik wou net zeggen, want hier blijkt toch, als je vanuit een, laten we zeggen, een pluriforme establishmentkrant praat, de blijken hier toch de problematische kanten van het begrip hegemonie. Kijk, je past Gramsci nu toe op de Tweede Kamer met 150 non-hegemoniale professionals. Hè? Maar dat vind ik toch een verharmlozing van Gramsci. Uiteindelijk, ja, wel wezen, hij is een Marxist. Het gaat uiteindelijk om de revolutie. Het gaat niet om een Tweede Kamer vol mensen die het volk aanspreken. Uiteindelijk gaat het erom communistische eigening van de productiemiddelen, afschaffing van de staat en een collectieve wil. De vestiging van een collectieve wil. Dat kun je niet toepassen op de Tweede Kamer. Nou, ik geef onmiddellijk toe dat Gramsci een enorm probleem heeft waar het gaat om democratie. Ja. En het type. Ja. Maar even een klein onderscheid om toch nog in bescherming te nemen. Gramsci maakt onderscheid tussen kleine politiek en grote politiek. De dagelijkse politiek in de Tweede Kamer is kleine politiek, moet gebeuren en is een vakmatig iets. Prima. Grote politiek is iets anders. Grote politiek gaat over de grondinrichting van de samenleving. Nieuwe orde. Hebben wij behoefte aan een nieuwe orde, ja of nee? Dat is niet alleen een kwestie van het bestuurlijk handwerk doen. Dat is ook nieuw denken. Zeker. Dat is een filosofische opgave. En de filosofie heeft tot taak het geheel te denken. En het geheel denken betekent eigenlijk ook een verhaal hebben over de algemene wil. Nou is het dus toch zo in de democratie dat dat niet alleen een optelsom is van particuliere belangen. Hè, heeft Rousseau en de Franse Revolutie. Er wordt verondersteld in de democratie een algemeen wil en een algemeen belang te zijn. Natuurlijk kun je daarover twisten. Dat staat als een paal boven water. Maar je ambitie moet zijn om daar een goed verhaal over te hebben. En dat is meer dan de belangen van particuliere groepen verdedigen. Ja. Heel kort. Oké. Okay. Nou ja, er wordt natuurlijk al 10 jaar, jij zegt, hè, we zijn al 10 jaar in een crisis. Klopt, maar er wordt ook al 10 jaar gehaakt naar een groot verhaal. Misschien is dat gewoon het verkeerde spoor. Nou ja, dankjewel dan voor dit bruggetje. Want om het even buiten de 150 Kamerleden in de Tweede Kamer te houden, en ik ga toch naar Lisa toe, ook al zit je in die Kamer. Dat grote verhaal, die cultuurstrijd, of misschien zie je die niet, maar in ieder geval de behoefte aan een groot verhaal. Als je kijkt naar de macht waar die zit. Dat is natuurlijk niet alleen politiek, dat is juist wat Gramsci zegt. Dat zit ook in de andere takken. Dat zit in de cultuur, dat zit in de media, dat zit in zaaltjes door het hele land waar gesprekken gevoerd worden. Zie jij daar op dit moment een... staan er aan die loopgravenoorlog die Arthur beschrijft twee kampen? Ik heb nog één opmerking over wat er net werd gezegd. Ja. Ik kan toch niet laten. Omdat
ik niet probeer te zeggen dat je als Kamerlid alleen maar het belang van kleinere groepen moet vertegenwoordigen. Juist niet, hè? Ondanks dat het wel je eigen taak is omdat je woordvoerder op een bepaalde dossiers bent. Natuurlijk moet je ook het grotere verhaal vertellen. Natuurlijk moet je ook nadenken over wat is de wil van het volk. Alleen dan kom je weer op dat grote verhaal. Iedereen wil dat het met Nederland goed gaat. Hè? Dat we economisch dat het voor ons voor de wind gaat. Iedereen wil dat het met onze jongeren goed gaat. Dat we goede ouderenzorg hebben enzovoort. Maar wat nou het allermoeilijkste is. En daar mis ik ook vaak dat grote verhaal. Is de vraag en hoe dan? En hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? En waar willen we dan met z'n allen naartoe? En dat zie je ook wel dat veel mensen daar. Veel kiezers kijken daar ook naar. Want wat je heel duidelijk ziet. Is dat politieke partijen die geen goed verhaal hebben of die in de ogen van kiezers een beetje zwabberen, die de ene keer A doen en de andere keer weer B doen, of die van standpunten veranderen, dat dat je ongeloofwaardig maakt. En dat mensen wel degelijk op zoek zijn naar iemand, een groot leider, met liefst een stabiele partij erachter, die ook kan vertellen waar moet het naartoe en wat is nou ons grote ideologische verhaal. Maar dat is niet altijd makkelijk, juist omdat je dan weer komt. Als je gaat regeren, dan kom je toch weer in onze Nederlandse democratie. Moet je compromissen sluiten en moet je soms ook stemmen en iets doen waarvan jouw kiezers denken, wat gebeurt er nu? En dat zie je bijvoorbeeld heel erg aan D66, die op een aantal vlakken nu toch naar de VVD moeten luisteren. Ik druk het heel plat uit, maar die ook soms iets stemmen wat ze eigenlijk helemaal niet ideologisch zouden willen. En waarbij je gewoon merkt dat kiezers denken, wat gebeurt er nu? En die geloven dat grote verhaal niet meer. Maar als je kijkt naar het grote verhaal en wie daar dan aantrekkingskracht mee heeft, GroenLinks, als je kijkt naar peilingen of naar stemmen, gaat omhoog. Jesse Klaver is natuurlijk een paar jaar geleden begonnen met zijn verhaal tegen het economisme. Die is het land ingetrokken op kantinetour. Gaan aan de andere kant heb je ook Forum. Zijn ook enorm gestegen. Herken je dan in hun ook dat grote verhaal? Nou, wat je bij. Ik vind het een beetje lastig om nou een verhaal voor onszelf te houden. Want dan komt dat over als zo'n. Als een ideaal. Als een ideaal. Nee. Wat je bij GroenLinks natuurlijk ziet, is iets waar we al veel langer voor een landsproef voor proberen te breken, is als klimaatverandering. En dat wordt nou steeds actueler. Omdat je merkt dat steeds meer andere mensen, partijen ook zien dat het een enorm groot probleem is. En wat je ziet bij Forum, daar zijn natuurlijk heel veel analyses over geschreven. Maar zij zijn groot geworden, hebben een charismatisch leider die ook in de ogen van veel mensen een mooi verhaal weet te vertellen. Zij zeggen ook vooral hoe het niet moet. En dat is nou wel eens mijn probleem dat ik ermee heb. Omdat juist het vertellen hoe het wel moet, dat is veel moeilijker dan alleen maar zeggen hoe het niet moet. En je ziet ook bij de kiezers op Forum dat voor een groot deel ook mensen zijn die ook bij een andere partij zijn weggegaan. Bij onder andere de PVV, ook een aantal mensen bij de SP. Omdat ze op de een of andere manier niet meer geloven in de politiek. En Forum zien als een antwoord daarop. Ja. Bij Baudet zie je dus, je zou hem kunnen analyseren als een organische intellectueel. Hè? In die zin dat hij dus wel, wat jij zegt, de link tussen partij en electoraat of massa op zijn manier weet te leggen. En laat wel zijn, hij heeft gescoord in de aanloop naar die verkiezingen met juist het kapotpraten van een groot verhaal, namelijk het klimaatverhaal. Dus daar zit iets. Maar ik denk nog steeds dat je dat meer in termen van Carl Schmitt en dat soort types moet analyseren dan in dat van Gramsci. Ja. Tegelijkertijd, het is een heilloze politieke strijd. Ja. Er is een woord dat ook in de inleiding van Arthur is genoemd. En ik denk dat jij dat in de krant, volgens mij heb je er zelfs iets over geschreven, langs ziet komen. Dat is dat woord cultuurmarxisme. Wat nu. En ik twijfel sowieso altijd omdat ik dat een moeilijke term voor me over te praten. Ik ken niemand. Misschien zit er iemand in de zaal die zichzelf een cultuurmarxist noemt. Die zegt dat ben ik. En tegelijkertijd is het iets wat vaak ook geanalyseerd wordt naar de andere kant toe. Dus hoe zie jij dat begrip terugkomen? Ja, nou, NRC heeft wat dat betreft boter op zijn hoofd. Want we hebben de krant heeft veel stukken over dat cultuurmarxisme geplaatst op de opiniepagina. Daar hoort het ook, want het is natuurlijk helemaal geen analytisch begrip of een sociologisch begrip. Het is ook geen politiek begrip. Het is een opiniebegrip. Het is een begrip dat gebruikt wordt om een politiek punt te maken, een opiniepunt te maken tegen de vermeende linkse hegemonie in de samenleving. En dat is heel aanlokkelijk, het werkt goed. En je ziet dat rond die stukken zich ook meteen wel een soort Gramsciaanse cultuurstrijd, of misschien Schmittiaanse cultuurstrijd, ontwikkelde. Want daar kwam kritiek op van no-platforming kritiek natuurlijk.
Waarom geven jullie deze auteur een podium? Waarom staat dat eigenlijk in de krant? Maar ook kritiek op de ondertiteling. Hè? Daar staat dan de auteur is puntje, puntje, puntje. Waarom staat daar niet bij dat hij dit of dat ook gedaan heeft? Of lid geweest is van die partij? En zo. Kleur bekennen. Dus, ja. Dus je ziet heel erg dat die pressie, hè, om mensen te etiketteren aan alle kanten oprukt. Dus het hoort bij die cultuurstrijd. En daarmee samenhangend de neiging om te zeggen, geef die man of vrouw geen podium. Gaan we jou van de brink? Even los van de kwaliteit van die stukken, ja. Hè, want er valt van alles over te zeggen. Er is natuurlijk wel enorm polarisatie gaande. En het publieke debat is eigenlijk geen debat, maar een soort wederzijdse uitsluiting. En een enorme verkettering ook. Ik geloof niet dat op enige andere wijze, dat zou vanuit een Gramsciaans perspectief nooit te verdedigen zijn. Maar het is strijd om hegemonie. Nee, het is geen strijd om de hegemonie in de Gramsciaanse zin. In die zin dat bijvoorbeeld een van de, op pagina 114, ik heb het nog opgezocht, dat zegt Gramsci hier in dit boek. Nooit, je moet altijd je tegenstander serieus nemen, proberen te begrijpen wat hij zegt. Ook als je het niet mee eens bent, hè? Citaat Gramsci. Dus je strijd om de hegemonie is niet de ander bestrijden, het zwijgen optrekken, is je verdiepen in zijn of haar geschriften. Probeer het te doorgronden waar het eigenlijk over gaat, met argumenten en analyse enzovoort. Enzovoort. Gewoon de klassieke strijd om de waarheid zo goed mogelijk voeren. Punt. Dat is wat Gramsci bedoelt. En daar ben ik trouw aan in die zin dat, ook al sta ik op een politiek heel ander standpunt, ik vind dat het zo moet. Strijden om de hegemonie is volkomen legitiem in de democratie, maar wel met argumenten en kennis van zaken. Ja, maar dat is punt 1. En dan punt 2. Hou hem vast. Nee, maar dat gebeurt dus te weinig. Hè? Dus dat gebeurt te weinig. En wat er dan bedoeld wordt met cultuurmarxisme, dat is behalve een soort paranoïde constructie van mensen die gewoon zich echt nergens in verdiepen. Het is echt helemaal van de gekken wat daarover beweert. Maar het is natuurlijk wel er zit wel een kantje aan dat toch tot nadenken stemt. En dat heeft te maken met cultuurstudies, zal ik maar zeggen. Of cultural studies. Ik heb me zo wel wat verdiept in cultural studies hier en daar. En dan valt wel op dat daar eigenlijk geargumenteerd wordt van een heel ander perspectief. Niet hegemoniaal, maar daar is diversiteit ongeveer het summum wat je kunt bereiken. En eigen identiteit trouwens ook. Nou, dat is, en het verheerlijke daarvan, dat is niet de manier waarop je de huidige hegemonie kunt veranderen. Sterker nog, ik denk dat het verheerlijken van eigen individuele identiteit en diversiteit een radicale versie is van de liberale orde die we al hadden. En dat het alternatief op die manier nooit gevonden wordt. En dat er in die zin wel een stukje gezond verstand in het marxisme in het algemeen zit. Namelijk, wij zijn behalve individuen ook nog lid van een klasse of van een groep of een gemeenschapswezen. En het vormgeven van die gemeenschap is bitter nodig. Niet alleen voor die intellectuelen hoor, vooral niet, want die redden zich wel. Maar vooral voor veel mensen die in het land zich zorgen maken over de toekomst. Ja, maar nu gaan we van alles door elkaar, geloof ik. Want je hebt het over de strijd om de hegemonie, maar ook de strijd om de waarheid. Hè, dus dat is de manier waarop Gramsci dat formuleert. Waarheid, ja, maar waarheid en hegemonie zijn niet hetzelfde. Je kunt de strijd om de hegemonie alleen voeren door je serieus in de waarheid te verdiepen en wel op een filosofisch-historische manier. Het staat er duizenden keren in. Ja. En wie dat niet doet, is een botte straatvechter. Klaar. Zeker, maar goed, dan zijn de huidige Gramscianen misschien niet trouw aan Gramsci, dat kan. Zou kunnen, maar, ja. dat zou kunnen. Maar, maar je vindt ze niet aan de universiteit. Goed. Maar ik zou zeggen, nog één stap en je staat in Habermas, hoor. Met een machtsvrije dialoog. Is dat het ergste wat je kan overkomen? Ja, dat kan echt niet meer. Dat kan echt niet meer. Welke tijd geest spreekt hij? Nee, je spreekt tegenwoordig altijd vanuit je eigen perspectief. Oh. En het gaat erom, geef je iemand een podium of niet? De hersensvrije communicatie van Habermas altijd onzin gevonden. Behalve dat ik het graag wil verdedigen. Omdat we namelijk, als we met elkaar praten, macht niet aan de orde is. Maar dat is toch geen marxisme meer? Macht is altijd aan de orde. Sorry. Dat is een Foucauldiaanse vorm van adolescentie. Die lange tijd populair is geweest. En die het ook in bepaalde kringen wel goed doet. Maar die een dooddoener is van je welste. Omdat namelijk als je een gesprek voert. En je voert het machtsargument. Hetzij doordat je zegt, ik heb de macht. Dus het is zo. Of jij probeert macht te volgen. Ja. Dus je hebt ongelijk. Als je het machtsargument op die manier inbrengt. Hou je op te discussiëren. En daar zou ik niet tegen zeggen. Dat is waar. Maar toch tegelijkertijd. Lisa, als je het hebt over de hegemonie. Redelijke midden, ja. Ja, nou ja, volgens mij is een van de dingen die Gramsci ook zegt, dat aan beide kanten van de loopgraven of de stellingenoorlog het midden nog wel eens verloren kan gaan.
Vandaar ook. Kijk, de vraag is natuurlijk ook dat als je het hebt over de hegemonie en of je nou wel of niet in debat moet, of je nou wel of niet het platform moet geven, dat uiteindelijk misschien ook juist het benoemen van, het kleur bekennen, het vragen van wie is die persoon die dit stuk schrijft en met wie omringt hij zich, wat is zijn achtergrond, misschien ook wel helpt om te laten zien dat jij een plek wil veroveren in de media, in de politiek, dat je vindt dat je een stem hebt die gehoord moet worden. Ja, en bovendien is het natuurlijk zo dat als je kijkt naar argumenten van welke kant dan ook, dan moet je ook weten wat is het belang dat erachter zit, of wie is de persoon die erachter zit. En dat gaat, en daarin ben ik het wel met de heer Van den Brink eens, dat je wat hier nog wel eens misgaat, is misschien ook wel door de opkomst van onder andere sociale media, waarin men 280 Twittertekens allemaal dingen naar elkaar roepen. Soms zonder context, achter anonieme accounts. En dat merk je ook in het politieke debat. Heeft trouwens ook wel te maken met een hele praktische kant. Namelijk dat als wij een Kamerdebat hebben, dan heb ik vaak 3 minuten om bijvoorbeeld, nou, laatst had ik 3 minuten om een wat te zeggen over een debat dat ging over, nou, een heel breed jeugdzorgonderwerp. Nou, in 3 minuten kun jij nooit precies met argumenten onderbouwen wat je wil, waarom je dat wil en wat je uiteindelijk wil bereiken. En dat is wel de manier waarop we nou zowel in het, ja, echt in het politieke theater in de Tweede Kamer de dialoog voeren, met elkaar het debat ingaan, als dat je ziet op sociale media, als dat je op heel veel andere plekken ziet. En dat is wel, nou, ik zou dat niet heel Gramsciaans vinden, omdat je juist alle argumenten naar elkaar luisteren, dat gaat totaal verloren door de manier waarop we nu met elkaar zowel, nou, in de politiek het hebben ingericht, als dat we met elkaar de dialoog voeren, ja, op andere manieren. Merk jij tegelijkertijd ook verdachtmakingen in de zin van het cultuurmarxistische, de media zijn links, dat heeft het afgelopen 60 jaar een hegemonie gebouwd op alle domeinen die we nu moeten doorbreken. Dat is eigenlijk die lange mars door de instituties die op de site van het Renaissance Instituut staat, volgens mij zei Arthur dat net. Ja, media en onderwijs, eigenlijk wat Gramsci ook in zijn stuk al beschreef. Maar die worden nou heel erg door rechtse partijen neergezet als dat is links. Kijk maar naar naar die meldpunten, het meldpunt van Forum zelf, maar ook is ook op Instagram een meldpunt gemaakt van een scholier die vindt die vindt dat docenten of dat het onderwijs in het algemeen veel te links is. Ik kwam er zelf onlangs nog op terecht, omdat ik op een middelbare school in gesprek was gegaan met leerlingen. En dat werd toen ook gezien als het voorbeeld van linkse indoctrinatie op scholen. En dat zie je wel vaker. Dat zien we ook in discussies die we in de Kamer hebben over bijvoorbeeld het hele mediabestel. Dat ook heel makkelijk vanuit de PVV-kant en vanuit Forum-kant wordt geroepen, ja, alle media zijn links. En vooral de NPO moeten we afschaffen, want dat is één linkse club. Maar niet onderbouwd door argumenten of feiten. Want als je kijkt naar de inrichting van bijvoorbeeld naar het hele publieke omroepenstel, dan ken ik vooral 2 omroepen die zich duidelijk neerzetten als rechts. Dan is het ook nog eens zo dat iedereen die wil in theorie een omroep kan oprichten. Maar het wordt wel geroepen en het wordt vaak zonder argumenten onderbouwd en wel overgenomen. Het maakt ook daardoor dus wel onderdeel uit van het debat. Ja. Dus we zijn vaak helemaal niet meer op zoek naar onderbouw maar eens waarom je iets vindt of zoek naar de waarheid. Maar we zijn ook vaak elkaar in het politieke debat aan het bestrijden op aannames die worden geroepen. Ja. En dat vind ik wel eens kwalijk. Sjoerd? Ik dacht dat je aan een zin begon, anders dan even de microfoon. Als dit waar is, wat mijn buurvrouw zegt, dan is dus niemand een intellectueel. Niet iedereen is een intellectueel. Dat is heel anders dan wat net als wens geuit werd. Iedereen heeft een mening, dat wel. En wat opviel bij Gabriel, hij heeft over, en jij ook, individuele stemmen, hè, die gehoord willen worden. Maar ik ben dan toch benieuwd naar, om even bij Gramsci te blijven. Ik ben er niet afgestudeerd, dus ik weet er minder van. Maar hij heeft die notie van blokvorming. Het blok. Sorry, blok? Ja, nou, ook in politieke zin. De linkse massa en elite, de organische intellectueel. Nou, dat is toch heel iets anders dan wat ik een beetje proef van laat 1000 bloemen bloeien en iedereen heeft recht op een stem. Het gaat uiteindelijk toch wel degelijk gewoon om blokvorming en om machtsvorming. En wat dat betreft zie je, denk ik, dat jouw behoefte aan een groot verhaal, daar wordt ook wel in voorzien.
Omdat de hegemoon, als er een hegemoon is, al lang aan zichzelf twijfelt. Ik kreeg een examenboek onder ogen voor het VWO-filosofie-examen van de komende 4 jaar. Door 3 filosofen van de VU geschreven. Dat is 1 groot pleidooi voor postliberale gemeenschapszin. Kijk, als je het nou hebt over culturele strijd en over, vroeger heette dat dan indoctrinatie, hè, van links, indoctrinatie, dan zou ik zeggen, ja, kijk, daar is dus een soort Gramsciaanse mars door de instituties op gang gekomen vanuit de hegemoon zelf. Die scholieren worden daarop getentamineerd. Ja. Wat zijn de gebreken van het liberale individualisme? Ja. Examentekst. Ik zal... Kijk... Dat er strijd kan je verzakken. Dat er strijd is in de cultuur en in het onderwijs, dat vind ik, dat vind ik normaal en legitiem. Dat kan. Ja, ik heb verschillende meningen. Dat sommige meningen invloedrijk zijn en andere minder, dat is ook normaal. Maar wat we wel eventjes toch de afgelopen 40 jaar, 30 jaar bij moeten betrekken, dat vanaf de jaren 80 in Nederland en veel westerse landen een bepaald soort denken wel heersend is geworden. Hè? Dus Marx, er is een heersend denken. En dat merk je pas als je er tegenin gaat. En het is heel gezond dat je er af en toe tegenin gaat. En je bent nog lang niet winnende. Ja. Sterker nog, je gaat tegen de hoofdstroom in, omdat je denkt dat er argumenten zijn die niet in het heersende denken recht worden gedaan. Dat vind ik niet alleen legitiem. Dat is in zekere zin je intellectuele plicht. Maar, ja, maar... we zijn nog lang... De inhoud van wat je aan de orde stelt is wel belangrijk. Namelijk... Oh. Ja, ik zou zeggen, een VWO-eindexamentekst is ook heersend denken. Nee, dat is nog lang geen heersend denken. Want het heersende denken in Nederland is niet gemeenschapszin. Het is verplicht. Van staatswegen. Wat in Nederland ook verplicht is... ik zeg niet van staatswegen, maar wel in de publieke opinie zeer breed gedefinieerd... is een soort van liberale vrijblijvendheid... waarbij alle individuen hun leven kunnen inrichten zoals ze willen... en dat de vraag tot welke gemeenschap jij behoort of zou willen behoren... eigenlijk niet zo legitiem meer is. Het gemeenschapsdenken is in Nederland niet heersend. En dat er om de dialectiek een beetje te dienen... af en toe stemmen zijn die zeggen van... de mens is behalve een zelfredzaam zijn individu... ook nog een gemeenschapswezen, kan ik alleen maar gezond vinden. Ja. Goed, ik denk dat dit een mooi moment is. Het woord intellectueel is nu een paar keer al best wel vaak gevallen. Laten we even luisteren naar Gramsci, wat hij er zelf over zei. Wat zijn de uiterste grenzen waarbinnen de term intellectueel betekenis heeft? Is er een overkoepelend criterium te vinden om alle verschillende en uiteenlopende intellectuele activiteiten op dezelfde manier te duiden en die tegelijkertijd wezenlijk te onderscheiden van de activiteiten van andere maatschappelijke groeperingen? Het traditionele en bij iedereen bekende type intellectueel wordt belichaamd door de literator, de filosoof, de kunstenaar. Daarom denken journalisten die zichzelf zien als literatoren, filosofen en kunstenaars ook dat zij de echte intellectuelen zijn. Uiteindelijk levert elk mens buiten zijn beroep een zekere intellectuele activiteit. Dat wil zeggen, hij is een filosoof, een kunstenaar, een man van smaak. Hij deelt een visie op de wereld. Hij volgt een bewuste richtlijn van moreel gedrag. En draagt dus bij aan het in stand houden of veranderen van een visie op de wereld. Oftewel, aan het stimuleren van nieuwe denkwijzen. Alle mensen zijn intellectuelen. Zo kan dus worden vastgesteld, maar niet alle mensen vervullen in de samenleving de functie van intellectuelen. Zoals je ook niet kunt zeggen dat iedere kok of dat iedereen kok is of kleermaker, al staat iedereen wel eens eieren te bakken en zit iedereen wel eens een knoop aan zijn jas. Dat betekent dat men wel van intellectuelen kan spreken, maar niet van niet-intellectuelen. Want niet-intellectuelen die bestaan niet. Ja. We horen hem straks nog 1 keer terug. Dankjewel. De rol van de intellectueel. Aan de ene kant, toen Arthur begon in zijn inleiding, toen zei hij iets. Het is aan de filosoof om de wereld te beschrijven en vervolgens om die te veranderen. Maar eigenlijk daarna zei hij misschien bij Gramsci is het wel juist door filosofisch of intellectueel bezig zijn, verander je hem al. Ben je al bezig. Dat is een performatieve act die je doet. Tegelijkertijd hoorde ik jou zeggen, Lisa, dat als je nu kijkt naar de manier waarop wij gesprek voeren, debat voeren in de Kamer, op Twitter of waar dan ook, dat dat voor jou niet helemaal voelt alsof dat het intellectuele gesprek meteen op gang brengt.
Nou, zo wilde ik het ook niet. Ik gaf alleen net aan dat we soms het debat niet goed genoeg voeren. Omdat we... ik gaf net aan, in de Tweede Kamer ben je heel erg beperkt met je spreektijd. Ja. Heb je bijna altijd maar 3 of 4 minuten. Heb je vaak maar 2 interrupties. Dus dat betekent als een minister antwoord geeft, dan kan ik 2 keer een vraag stellen. Ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor die echte dialoog, waarin je kijkt naar elkaars mening. Waarin je kijkt, zijn er verschillen, zijn er overeenkomsten. En waarin je op die manier dus probeert om samen naar een oplossing te gaan. En dat heeft natuurlijk ook alweer te maken met je rol. Want ik ben volksvertegenwoordiger. Maar ministers en staatssecretarissen, die hebben vaak voorstellen die ik moet controleren. Ja. Dus het is ook mijn je zou zeggen, het is vooral mijn taak om te controleren. En als het even kan, dus ook voorstellen te doen en mee te denken. Maar dat laatste, dat meedenken, wordt best wel moeilijk door de manier waarop wij onze democratie hebben ingericht. Ja. Voel jij jezelf een intellectueel? Ja, de manier waarop Gramsci beschrijft wel, ja. Want wij zijn heel erg bezig met niet alleen hoe moeten we, wat kan er beter? En hoe zit nou die theorie in elkaar? Maar we zijn ook heel erg bezig met hoe voeren we dat vervolgens uit? En hoe maken we het vervolgens ook met elkaar de samenleving anders? Dat vind ik ook echt de rol van mij als volksvertegenwoordiger. Ja. De reden dat ik het ook een beetje vroeg, Sjoerd, de vraag, voel je jezelf een intellectueel? Is dat als ik in de aanloop hier naartoe de titel uitleg aan mijn vrienden vraag, ben jij een intellectueel? Of misschien als ik nu in de zaal, ik weet niet, wie vindt zichzelf een intellectueel? Ja. Heel goed, heel goed. Maar toch, er zijn ook veel mensen die dat niet over zichzelf zullen zeggen. Terwijl volgens mij Gramsci wel wijst op een verantwoordelijkheid. Die je kunt pakken. Niet hoeft te pakken, maar kunt pakken. Ik zei ook daarom de manier waarop Gramsci het beschrijft. Want als ik kijk naar het woordenboek, naar wat daar staat over intellectueel. Hè, iemand die heel welbespraakt is en analytisch. En mm-hmm. Zo voel ik me ook helemaal niet. Maar Gramsci beschrijft natuurlijk heel erg. Hij maakt heel erg de koppeling tussen theorie en uiteindelijk ook de uitvoeringspraktijk. Ja. Gramsci schreef, dat werd in een mooie inleiding goed uiteengezet vanuit de gevangenis. Ik bedoel, dat we dat ook niet vergeten. Dat is toch een hele andere positie dan waarin Nederlandse intellectuelen verkeren. Al denken sommigen van niet. Maar ik zou eigenlijk zeggen, Nederlandse intellectuelen, in die zin van die dus van het intellectuele hun werk maken, zijn gewoon niet opgewassen tegen Gramsci. Ik ken 2 voorbeelden. Paul Scheffer. Werd geroepen, zou je kunnen zeggen, tot zijn taak als organisch intellectueel door voor Forum te gaan formeren of informeren in Noord-Holland. Ja. Maar durfde het niet aan. Hij deinsde terug, kan je zeggen, voor zijn rol als organisch intellectueel. Die dus ook een link legt tussen ideeën en praktijk. En tussen elite en volk. Ja. Ik zie dat niet zo in Nederland. De andere trouwens is dokter Sit. Lucassen, door mij wel de seksmarxist genoemd. Omdat bij hem de verhouding kapitaal-arbeid is vervangen door seks en arbeid. Maar die beschouwt zichzelf als een Gramsciaan. Hè. Hij wil ook een nieuwe zuil oprichten voor de vermeend verdonkere maanden rechtse denkers in Nederland. En het volk. Hij zingt de lof van bouwvakkers, dakbedekkers in zijn tamelijk chaotische geschriften. En dook dus laatst bij jullie op in de Tweede Kamer in een hoorzitting waar hij als gesprekspartner diende, notabene, in een discussie over academische vrijheid. Ja, ik vond het heel bizar. Maar ja, daar heb je dus wel iemand die uit Duiven, daar komt hij vandaan, probeert een soort van organisch intellectualisme op zich te nemen. Ja. Ja, en daar heb jij... Ja, nou, duidelijk. Ja, liever niet. Liever niet. Nee. Aan de andere kant zie je ook... ik vond het voorbeeld van Paul Scheffer dat jij noemde wel aardig. Ik zat van de week een debat te kijken, de Maastricht-debatten. Georganiseerd door Politico met Frans Timmermans en andere spitsenkandidaten. En daar zag je de rector magnificus van de Universiteit Maastricht, Rianne Letschert, die ook het debat leidde. Die dus wel ja zegt om zich daarin te gooien. Dat is iets waarvan jij zegt, dat is de andere kant, op wel je verantwoordelijkheid pakken daarin. Ja. Ja. Gabriel? Ja, kijk, toen Gramsci over die intellectuelen begon, dat was niet alleen in de gevangenis, maar ook in de eerste helft van de 20e eeuw. En toen waren vooral aan de linkerzijde partijen toch bezig met een programma van cultuurverheffing. Dat was niet alleen bij de communisten in Italië, dat was ook bij de sociaaldemocraten in Nederland.
He, dus waarbij de hogere cultuur verbonden werd, moest worden met de gewone mensen en de arbeidersklasse enzovoorts. En wel zo dat de kwaliteiten van die cultuur niet verloren gingen. Dus er was een hiërarchie, hogere cultuur en minder hoge cultuur. En toch werd er naar democratie gezet. En die combinatie, daarin moest de intellectueel dan een rol vervullen. Nou, dat is een programma wat na de Tweede Wereldoorlog teloor is gegaan. Het interessante is dat er iets anders is gebeurd. Het onderwijspeil is in alle westerse landen, zeker ook in Nederland, geweldig gestegen. Weet u dat nu ongeveer een derde van alle werknemers geschoold is op hbo- en wo-niveau? Hè? Dus er is een geweldige toename, zou je kunnen zeggen, van intellectualiteit. Maar nou moet het toch even scherp zijn. Gramsci maakt een onderscheid tussen scholing hebben en intellectueel zijn. Kijk, er zijn dus heel veel academici in Nederland. Juist. Dat zijn wij misschien allemaal wel. Maar academicus zijn is niet intellectueel zijn in de definitie van Gramsci. En waar zit het verschil? Een academisch heeft een gespecialiseerd weten en daarnaast misschien ook nog private opvattingen over politiek en moraal, over het milieu. Hè? Maar dat telt niet. Waar, althans in de definitie. Het gaat erom voor een intellectueel of die kennis en ook belezenheid en cultuur kan verbinden op een leidende manier met het, ik herhaal mezelf, het doordenken en vormgeven van het geheel. En die leidende functie, dus dan nou zou de vraag voor Nederland zetten, wie vervult die functie op dit moment? Nou, en ik kan u één ding garanderen, dat bij al die hoogopgeleide en zeker ook aan de universiteit, men liever die functie niet vervult. Het is heel veel fijner om in een peer-reviewed tijdschrift allemaal vijven te scoren en beroemd te zijn op een wielklein vakgebied in Tokio, dan je maatschappelijke intellectuele functie serieus nemen. Want dat doet bijna niemand in Nederland. Ja. Is dat zo, Lisa? Dat vind ik. Ja. Dat is helder, ja. Nee, dat vind ik niet. Je ziet er heel erg veel mensen, academici, maar ook anderen die zich in het publieke debat wel degelijk roeren. Maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt. Doordat er soms hele heftige tegenreacties weer zijn. Ik had het net al een paar keer over sociale media, maar daar zie je dat enorm felle debatten worden gevoerd. Soms alleen al de vraag, moet iemand wel of niet ergens een podium krijgen, is vaak al onderwerp van weer een aparte discussie. Dus dan gaat het niet eens over de inhoudelijke discussie, maar de vraag van wie is er spreker? Moet iemand wel komen? Dat leidt vaak al tot heftige reacties. En dat maakt het soms wel moeilijk voor mensen om juist die voortrekkersrol te vervullen. En dat geldt niet alleen voor politici. Want ik denk dat alle mensen die in de politiek zitten, we zijn het al gewend dat je vaak dingen over je heen krijgt. Maar dat geldt dus ook voor gewoon academici die ergens komen vertellen wat ze vinden. Juist als het gaat over culturele onderwerpen, dan leidt dat vaak tot een debat over het debat. En dat maakt wel eens dat echte debat veel moeilijker gevoerd kan worden. Tot slot, voor we naar de zaal gaan. Ik denk veel Sjoerd. Ja? Ja, toch over intellectuelen. Kijk, de term. Ik heb een beetje moeite met het idee dat intellectuelen zich zouden moeten inspannen door te denken over het geheel. De term speelde ook een rol natuurlijk in bijvoorbeeld de Dreyfus-affaire. En dat betekent, dat waren dus mensen die zich inzetten als activist voor een heel concrete zaak. En helemaal geen idee hadden over het geheel. En ik zou zeggen, dat is een taak van intellectuelen die je vandaag de dag wel degelijk ziet. Alom in de samenleving. En het tweede kanttekening is dat er, wat mij betreft, een van de bezwaren of een van de nadelen van het huidige maatschappelijk debat al een jaar of 10 juist een vorm van intellectualisme is. He, dus ik zou zeggen minder Paul Cliteur. Minder moderniteit en verlichtingsdenken. Minder grote theorieën en woorden over gemeenschapszin en doorgeschoten individualisme en ongebruik. Het is een vorm van intellectualisme die voorbij gaat aan juist wat ik van Gramsci zou willen meenemen. Namelijk dat het uiteindelijk gaat om een filosofie van de praxis. Ja. Dus ik zou zeggen, graag meer mensen van de praxis aan het woord. Goed, ik denk dat het tijd is om naar vragen uit de zaal te gaan. Ik wil Arthur ook graag vragen om hier weer te gaan zitten. Misschien dat je ook nog wat vragen kan beantwoorden. We moeten alleen de microfoon dan even delen met Sjoerd. Maar die is vast vrijgevig. Ik zag er één hand al heel rap omhoog gaan. U zat er al even op te wachten. Ik kom naar u toe om in de microfoon te praten voor de livestream. En als iedereen even staat, dan zien mensen ook wie de vraag stelt. Maar u had hem al helemaal door. Mijn vraag gaat over het oude en het nieuwe. Een van de dingen die nu speelt is de versplintering van de politiek. Zijn er daardoor niet juist te veel grote verhalen in plaats van te weinig? Goeie vraag.
Wie hem wil, pakt hem op. Ja, omdat ik dan namelijk twee vliegen in één klap, namelijk een antwoord geven op meneer zijn vraag en tevens een kleine repliek aan Sjoerd. Ja. Hou de repliek het kortst en het antwoord het langst. Nee, maar het is hetzelfde antwoord. Oh. Het is namelijk gelukkig zo dat er in Nederland erg veel mensen op allerlei niveaus, hoor, hoog of laag geschoold, bezig zijn met het positief vormgeven van samenwerking. Niet twisten over grote plannen, maar handen uit de mouwen steken, problemen oplossen. En dat is echt massaal gebeurd dat. Maar dat komt niet in de krant of dat is niet spannend genoeg voor televisie. En dat is kennelijk ook niet een motief om in de politiek te mobiliseren. Dus we zitten met het probleem dat er het nieuwe eigenlijk al wel geboren wordt op lokaal niveau, in de vorm van coöperaties, in de vorm van samenwerkingsverbanden, in de vorm van allerlei burgerinitiatieven, in de vorm van bewegingen, in de vorm van acties. Het nieuwe wordt geboren onder onze ogen. Maar we slagen er op een of andere manier niet in om dat op het niveau te tillen van de politieke vormgeving, respectievelijk te vertalen of goed te representeren, om te zetten in publieke macht. Dat is een probleem, daar heb ik geen oplossing voor. Maar het is zeker niet zo dat ik zou pleiten voor mooie grote verhalen als such. Want als ik zou willen pleiten voor een groot verhaal, en dat doe ik ook wel, dan is het alleen maar omdat het verbonden is met dat soort realiteit. Dus wat dat betreft blijf ik Gramsciaan. Grote ideeën is prachtig, maar alleen als het in handelen, gedrag en concrete acties vertaalbaar is. Dat is een goed punt. Baudet begon natuurlijk ook Forum begon natuurlijk ook lokaal, hè? Alleen Forum. Ja, nee, ja, maar ook de SP. Ja, maar waar is de SP nu? Hè? Begon. De SP zit begon, nog in de Kamer begon. En is. Sorry. Maar als je het hebt over nu, niet over de jaren 70, dan moet je toch zeggen dat, en dat hebben wij van de media ook nu over het hoofd gezien, dat keldertje aan de Herengracht, of waar is het? He? Heel lokaal. En al die zaaltjes waar die man ging optreden. Sorry, ja. Meneer heeft het over burgerinitiatieven en over wat op straat en buurtniveau gebeurt. En daar gebeurt 1000 keer meer dan Baudet doet. Ja. En ik durf dat te zeggen omdat ik dit onderzocht. En dat is een vorm van burgerschap waar wij veel meer respect en aandacht voor moeten hebben. En wat ook politiek vertaald zou moeten worden. Dat laatste lukt niet. Goed, helder. Andere vragen? Ja. Ik had een vraag aan u. Ik vroeg me af, u nam best wel een stelling dat niemand of weinig mensen in Nederland echte intellectuelen zijn. Ik was wel benieuwd waarom u dat dacht. En wat dat voor ons als individu zou inhouden. Laat ik het nou maar zo bescheiden mogelijk zeggen. Want het klinkt natuurlijk heel arrogant als ik dat zeg. Waarom dan oordeel ik over anderen? Maar voor mezelf sprekend, ik vind het enorm moeilijk om in de wirwar van informatie en dingen die er gebeuren in de wereld en alle ook krachten die je op jezelf voelt inwerken als gevoelig mens. Ik bedoel, je bent als je naar het 8-uur-journaal, je valt een stuk uit elkaar, nietwaar? Dus het is nog best moeilijk om het geheel te denken. Dus ik onderken zelf heel goed die worsteling. Maar het is ook zo dat je geen gemeenschap kunt hebben als je niet ergens een idee hebt over het geheel. En ik voel wel, en ik zeg dat niet omdat ik nou dat, ik spreek ook met veel mensen die behoefte hebben. En als je dus begint te spreken over dat geheel, ook al is het misschien tastenderwijs, ook al is het misschien in vormen die nog verfijnd moeten worden, dan voel je een enorme behoefte dat men zegt, haha, ik ben de enige niet. Ik maak deel uit van een geheel. En dan kan dat trouwens ook wel degelijk het milieu zijn. Het milieu is ook een thema waarin we samen zijn. Hè? Je kunt er van alles over denken, je kunt je skepsis hebben, maar het gaat om iets groots. Het gaat om iets waar gezamenlijke inzet voor gevraagd wordt en wat trouwens nog heel veel offers zal vragen. Ja. En het brengen van een offer is een vorm van gemeenschap stichten. Ja. Misschien, ik ben toch wel benieuwd, Arthur, hoe jij luistert. Hè? Het boek heet Alle Mensen Intellectuelen. Hoe jij luistert naar die discussie die we gevoerd hebben over de rol van die intellectueel. Nou ja, ik denk inderdaad dat eigenlijk de kern is van waar Gramsci mee bezig is. En het is inderdaad heel leuk om te zien dat je die twee contrasten, die twee extremen er eigenlijk uit kan halen. Ik zit zelf heel erg op de lijn. Volgens mij zei jij, er zijn eigenlijk helemaal geen. Of niemand is eigenlijk intellectueel. Je kunt het inderdaad omdraaien, maar volgens mij moeten we goed kijken naar wat Gramsci zelf schrijft. En hij heeft het inderdaad over leidende intellectuelen die dat blok vormen, om het zo maar te noemen, die op zoek zijn naar het geheel, die collectieve wil. Maar die leiders, die zijn, laten we zeggen, de top van een piramide, die bestaat uit een hele grote groep intellectuelen. Want hij zegt bijvoorbeeld ook, elk lid van een politieke partij
is een intellectueel. Iedereen die lid is van een politieke partij, die speelt een rol in het uitdragen van een bepaalde boodschap die gekoppeld wordt aan de idealen van die partij die zich op die manier vertakt in de samenleving. En daarom zou je kunnen zeggen, alle mensen zijn intellectuelen. En ik zou dus willen concluderen dat in de hedendaagse samenleving dat begrip nog veel sterker is opgelegd, omdat via de sociale media, wat ik aan het begin zei, iedereen ook de mogelijkheid heeft gekregen om het te kunnen doen. In het pak een beet, zelfs nog in de jaren 90, moest je inderdaad een opiniestuk schrijven in de NRC om je stem te laten horen, om die functie te kunnen vervullen. Maar nu één drukje op Twitter en je bent er al. Ja. Andere vragen? Ja, ik kom eerst naar u toe. Ja, even, nog even een aanvulling op die intellectuele, ook het begrip organisch intellectuele, wat Sjoerd de Jong straks aangaf. Ik heb al begrepen dat dat bij Gramsci ook nadrukkelijk verbonden is met klassen. Dus elke klasse ontwikkelt, nou ja, et cetera, met haar verbonden een aantal, een groep van intellectuelen, in een hele brede zin van het woord. En de vraag is dan ook of je dat begrip ook kunt relateren. Bijvoorbeeld, het voorbeeld werd genoemd van Paul Scheffer in relatie tot de FVD. De FVD is geen klasse, hè? Geen sociaal-economische klasse, om maar even zo te zeggen. Dat is een politieke formatie. En de vraag is eigenlijk meer van, in de FVD, daar is ook een club van intellectuelen en alles wat eromheen hangt. Hè, welke economische klassen, aan welke economische klassen zijn zij eigenlijk verbonden eigenlijk? Dat lijkt me meer in de zin van, zoals Gramsci daarover geschreven heeft. Ik ben ook maar een leek hoor, ik heb er ooit eens wat over gelezen, dit en dat. Maar dat zou ik toch even ook aan Sjoerd de Jong willen vragen of dat zo is. Of... De link tussen klassen en intellectuelen. Dat kan mijn buurman beter beantwoorden, denk ik. Maar ik dacht niet dat het of is. Dus klasse of partij. Ja. Een organisch intellectueel zit ook in een partijverband. Arthur? Inderdaad. Ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Hij denkt inderdaad heel erg in termen van een intellectueel die uit een klasse voorkomt en ook de belangen van die klasse behartigt. Hij noemt zelf als voorbeeld bijvoorbeeld politieke economen die de klasse van de bourgeoisie in zijn termen verdedigen, beschermen, in stand houden enzovoort. En hij is dus op zoek naar organische intellectuelen voor het proletariaat. En dat is natuurlijk een beetje de termen waarin hij denkt. Hij zet die term organische intellectueel af tegen wat hij noemt traditionele intellectuelen. En dat zijn ouderwetse academici, maar bijvoorbeeld ook priesters, die al sinds mensenheugenis eigenlijk tot een soort van kasten behoren en keer op keer die vaardigheden overdragen. Organisch intellectueel is iemand die nieuw opkomt vanuit een buitenklasse. En ik zal in die termen dus bijvoorbeeld Thierry Baudet allerminst een organisch intellectueel in de Gramsciaanse zin van het woord willen noemen. Ja. Laten we even een paar vragen verzamelen. Ik kom eerst naar u en dan naar u. Sorry hoor, mevrouw. Ja, ten eerste nog als historicus verdwaald in de cultural studies help ik graag professor Van der Brink nog een beetje van zijn clichématige beeld af, maar misschien bij de borrel. Ik had een vraag aan Arthur Westijn. In welke mate heeft Gramsci eigenlijk, of zijn denken heeft, dat een vrije maatschappij, misschien wel een beetje een Popperiaanse maatschappij nodig? En hoe zit dat dan als dat weg wordt genomen door het fascisme of misschien wel door zijn eigen communistische heilstaat? Of je daar wat over kon zeggen. Wacht even, dan pakken we meteen de volgende. Doen we eens versnelt het een klein beetje. Meneer? Het gaat hier steeds over politieke partijen en Gramsci kijkt ernaar. Maar ik zie de vakbeweging ook als een maatschappelijke organisatie die met name de arbeidersklasse organiseert. En ik ben wel benieuwd of daar wat over te zeggen is. In de zin van, wat heeft Gramsci daar voor opvattingen bij? Maar ook, hoe kijkt de mensen, hoe kijken jullie aan tegen de vakbeweging op dit moment? Ja. Wat zouden ze moeten doen om hegemoniaal wat sterker te worden? Ja, goede vraag. De vakbeweging moet ik ook benieuwd wat Lies daar vindt. Arthur, de eerste vraag. Ik zal eerst doen, Thomas. Volgens mij heb je het meest heikele punt aangestipt in Gramsci, het meest problematische. Omdat hij is een totalitair denker. Hij is een communist, hij wil die revolutie. En als je die ondoorgrondelijke geschriften een beetje probeert te doorgronden, dan zie je dat hij eigenlijk op zoek is naar een totalitaire common sense, zou je kunnen zeggen. Waar iedereen het met elkaar eens is, waar dus inderdaad de staatsmacht niet meer nodig is, omdat er eigenlijk geen discussie meer hoeft te zijn. Precies, dat is zijn ideaalbeeld. Nou, dat staat natuurlijk in totaal contrast met een, laten we zeggen, liberale orde waarin constante discussie gaande is. Hij is eigenlijk iemand die probeert om discussie uiteindelijk niet meer nodig te hebben. Maar je zou wel kunnen zeggen dat zijn
strategische denken gestoeld is op de notie dat je eerst discussie moet voeren voordat je tot die ideale, tussen aanhalingstekens, heilstraat komt. Ja. En de rol van de vakbeweging, Lisa, als jij luistert naar die vraag van die meneer, wat zou die rol kunnen zijn in het verenigen, in het verzamelen van die gezamenlijke bewustzijn of wil? Of... Ja, in alle eerlijkheid, ik ben een beetje gekleurd, want voordat ik Kamerlid werd, heb ik 7 jaar voor de Algemene Onderwijsbond gewerkt, dus de vakbond van de docenten. Wat je nu heel erg ziet in de beeldvorming is dat veel mensen zeggen, nou, vakbewegingen allemaal ouderwets, moeten we niet meer zo serieus nemen. Wat ik in de praktijk zie is echt het tegenovergestelde. Dat je wel ziet dat, dan kijk die discussie over het pensioenakkoord, maar ook de discussie over wel of niet investeren in onderwijs. Dan heb je de vakbeweging nodig bij welke besluit je ook neemt, omdat er een heel groot deel van de mensen vertegenwoordigen ze gewoon. Het is heel simpel, ik kan nooit in mijn eentje naar al die verschillende docenten luisteren. Ik kan wel 1 keer in de week met de vakbond bellen. En daar heb ik heel veel aan, ook omdat je weet dat als zij achter jouw idee staan, dan heb je veel meer kans dat wat ik wil, dat ik dat ook in het debat succesvol naar voren kan brengen en andersom. Dus ik zou willen dat de rol van de vakbeweging nog sterker is. Ik zou willen dat nog veel meer mensen zich aansluiten bij vakbeweging. Omdat je gewoon merkt dat dat heel erg je besluiten die je ook neemt als politicus kun je legitimeren als zij erachter staan. Ja. Maar je hebt ook andersom heel veel aan in de zin van goede informatie, goede ingang. Ja. En op zo'n manier vind ik de vakbeweging heel waardevol. Ja. Laten we nog één ding over toevoegen wat Gramsci betreft. Want die schrijft natuurlijk ook over vakbonden. En Gramsci die ziet vakbonden eigenlijk als een probleem omdat die te, in zijn termen, economistisch denken. Dat wil zeggen, zich alleen maar richten op economische hervormingen. En zonder oog te hebben voor dat grotere, laat zeggen, culturele verhaal. Dus in die zin, hij verzet zich tegen de syndicalisten, hè, die traditie die natuurlijk ook op in die tijd sterk was. Omdat die te weinig aandacht hebben voor die totale culturele make-over die hij eigenlijk voor ogen heeft. Wat zou het advies zijn? Hij zou waarschijnlijk de term economisme, zoals Jesse Klaver die heeft herintroduceerd, op een hele andere manier, denk ik, invullen dan nu gebeurt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat hij nu veel positiever zou staan tegenover de vakbeweging. Omdat vakbonden een andere rol vervullen dan in die tijd. Dus ik kan me. Vakbonden zijn nu een heel groot deel van het maatschappelijk middenveld. Hè. Nou, bestaat voor ons. Bestaat in ieder geval. Als ik ga luisteren naar het veld, dan luister ik onder andere naar de vakbond. Ja. Laten we nog 1 rondje vragen doen. Ik kom naar u toe. Wie had er nog meer een vraag? Dan haal ik die bij u ook nog. En bij u. En dan hebben we er 3 binnen. Mijn vraag gaat over het gebruik van de Gramsci door rechts. Wie zijn de mensen nu op rechts die gebruik maken van Gramsci? En in hoeverre maken zij gebruik van Gramsci naast, zeg maar, zaken als identiteit en cultuur die ook gevonden kunnen worden onder traditioneel conservativisme? Okay. Goeie vraag. Wie gebruikt dat nu op rechts? De tweede vraag was van wie heb ik nou beloofd? Ja, aan u en aan u. Nu heb ik zijn vraag in mijn hoofd en kan ik luisteren. Ik herhaal ze zo nog even. Ik herhaal ze zo. Ik wou toch heel veel. Ik vond het echt fantastisch trouwens. Heel erg bedankt allemaal. Want vaak is het helemaal niet zo heel erg goed. Ik vond de kwaliteit toch best wel hoog, dus super. Dat vind ik echt. Ik ga heel vaak naar dit soort avondjes en ik vond het echt een verademing van oh yes, het is weer raak. Ik heb echt genoten. Ik wou nog wel terug naar Marx en een beetje dat synthetische moment waar we nu in zitten. Want toch het materiële is er niet ook een heel sterk deel van wat de huidige tijd schept. Een beetje het Homo Deus verhaal van Harari. De technologie gaat gigantisch snel. We hebben biologie die allemaal dingen uitvindt die we eigenlijk niet willen weten. We hebben nieuwe verhoudingen. We hebben enorme Piketty, kapitaal voor niet meer dan dinges. Waardoor ik bijvoorbeeld een hele hoge huizenprijs heb. Want er komen allemaal corporates of dingen, expats hierheen. En ik vroeg me dus af. Wat vroeg me ook alweer af? Ja, dat daarom. Maar, er was hier echt een perfecte vraag aan de hand. Godverdomme, ik ben even mijn vraag gewoon kwijt. Stom. Maar als iemand moet de vraag voelen, dit gaat een heel logisch stuk toe. Dan beginnen we met de eerste en dan kijken hoe ver we komen. De eerste vraag was op rechts. Wie gebruikt dat nu? Het is het meest zichtbaar dus in Italië. Om voor de hand liggende redenen en dus vooral in Frankrijk. Dat komt ook omdat in Frankrijk al in de jaren 70 binnen rechtse kringen Gramsci is
gebruikt eigenlijk, met name door Alain de Benoist. Dat is eigenlijk de godfather van de alt-right, opvallend genoeg. En die heeft al in de jaren 70 geargumenteerd dat er een gramscisme du droit moet komen, rechtsgramscisme, voor die cultuurstrijd vanuit rechts. Dat wordt nu dus in kringen van met name Le Pen heel expliciet overgenomen. Dus daar is het duidelijkst. Ik heb het idee dat het in Nederland met name een beetje een gevecht voor de bühne is, om het zo maar te zeggen, waarin die term cultuurmarxisme gebruikt wordt en Gramsci af en toe wordt aangehaald, zonder dat mensen dat echt hebben gelezen. Maar daar gaat verandering in komen. Gabriel, je wilde er iets aan toevoegen? Nou, ik weet niet precies wie dat aan de rechterzijde gebruikt, want daar heb ik me niet zo in verdiept. Maar wat ik wil wel wijzen op iets anders wat toch belangrijk is in deze context, namelijk dat er een verwantschap is tussen extreem rechts en extreem links, of kunnen we gewoon zeggen tussen het communisme uit de tijd van Gramsci en het nazisme. En dat is ook nu behoorlijke affiniteit is tussen kiezers van de SP en de PVV. Of de, niet de Vorm van Democratie, weet ik, maar wel de SP. Dat met andere woorden, de partijen aan de extreme kanten van het politieke spectrum meer gemeen hebben dan ogenschijnlijk lijkt. En dat kun je ook niet oplossen in de termen van links of rechts. Dat speelt mee. Maar de grondvraag is eigenlijk niet links of rechts. De grondvraag is een andere. Het gaat over cultuur. Namelijk progressief gerichte cultuur, wat vaak een zaak van hoogopgeleide is en van meer open georiënteerde mensen enerzijds. En meer mensen die de traditionele cultuur, de nationale cultuur omarmen, anderzijds. En dat zijn vaker gemiddeld lager opgeleide. Dat is geen absolute waardescheiding, maar dat is wel een verdeling. En spreken over links en rechts is hier helemaal niet goed en niet adequaat. Veel belangrijker is de strijd, en die is nu heftig gaande, tussen het voortzetten van de liberale of neoliberale agenda in zin nog meer internationalisering, nog meer flexibiliteit, nog meer dynamiek en nog meer individuele bewegingsvrijheid, versus, wat delen wij met elkaar? Waar zijn wij geborgen? Kunnen wij onze tradities handhaven, et cetera? En die strijd, dat verbaast het mij niet, omdat Gramsci daar expliciet over nadenkt, dat dat ook bij rechts gebruikt kan worden. Het zou niet mijn keuze zijn, maar het kan natuurlijk wel. In die zin wat u net zei, misschien is dat een bruggetje naar waar u naartoe wilde met uw vraag. Mag ik nog een aanvulling geven? Ja, heel kort loop ik naar die meneer toe. Kort, heb je hem? Inderdaad, op rechts. Oh, voordat je hem weer vergeet. Ja. Heel kort. Want op rechts, wat eigenlijk op rechts aan de hand is, is ze beroepen zich op Gramsci. En dat zie je bij Forum, dat zie je bij andere mensen die in die anti-cultuurmarxisme hoek zitten. Maar eigenlijk gebruiken ze die andere denker die ik eerder noemde, Carl Schmitt. De Duitse jurist die zich ook een tijdje met Hitler engageerde. Ze gebruiken Gramsci's cultuurdenken in een vriend-vijandschema. Dus cultuur wordt het argument waarmee je vijanden kan identificeren. Dus ik zou zeggen, het is Gramsci in een Schmittiaans jasje. Oké. Daar komt ie. Ja, dat was inderdaad een mooi bruggetje. Het punt is namelijk dat als we aankomen op het punt waarin de wereld gigantisch snel verandert, je hebt meer flex, je hebt meer dit, meer dat, dat de rol van de politiek ergens ook is het faciliteren dat de massa of iedereen goed mee kan komen in al die transities. En is daar niet ook precies waar het grote verhaal ligt? Wat dus toch een stapje iets meer weg is van per se cultuur, maar toch een klein beetje terug naar marxistisch, weer materieel. Want dat is waar voor veel mensen gewoon nu het water vrij hoog staat. Ongelijkheid. Ja, even proberen nu scherp te denken. Wat jij zegt over dynamiek en over vooruitgang is natuurlijk een verhaal. Hè? Dus er zijn mensen die inderdaad het verhaal vertellen, waaronder Harari. Het gaat eindeloos die kant in en eigenlijk is er geen alternatief. En of u maar mee wil komen. Hè? En als u nu mee kunt komen, dan zullen we u helpen. En als u trouwens niet meekomt, is het uw eigen schuld. Want er is maar één richting, hè? Uitbreiding Europese Unie, nog meer. En er is geen alternatief. En die manier van politiek denken, die inderdaad in het Westen heel lang veel invloed heeft gehad, die heeft nu zijn einde bereikt. Want wij, gewone mensen, denk ik maar, beschouw me, zeggen, hoezo is er geen alternatief? Burgers waren toch ook, die hadden toch ook een stem? Hè? Dus als wij iets anders willen, waarom zou dat dan niet kunnen? Nou weet ik heus wel hoe moeilijk dat is. Maar de strijd gaat dus eigenlijk niet zozeer over of het reëel wordt of dat het ideeën zijn. De strijd gaat over het verhaal A van toch wel de heersende kringen in de westerse stad van we zetten er nog een tandje bij in richting van nog meer liberaliteit. Of we doen een stap in een andere richting en we zoeken een beter evenwicht. Kijk, niemand wil terug naar het verleden. Ik ook niet hoor. Maar een zeker evenwicht tussen vooruitgang en behoud is op dit moment zeer gevraagd. En dat is best moeilijk te vinden, want dat moet je uitvinden. En ik zou zeggen, de kern van het grote verhaal is niet nog meer vooruitgang of terug naar het verleden, maar het vinden van een nieuw midden.
Lisa? Lisa en dan Sjoerd? Kleine Eerst Lisa. Een kleine aanvulling hoor. Geen kritiek, kleine aanvulling. Geen kritiek. Want die neoliberale orde die heeft al zo vaak afgedaan dat je zou er bijna recalcitrant liberaal van worden. Maar, want een aanvulling op dat hoefijzermodel, hè, dat Gramsci wordt gebruikt door links en rechts, op een bepaalde manier. De electoraat raakt elkaar misschien ook, maar er is natuurlijk wel één groot verschil. Rechts heeft uiteindelijk geen moeite of met of bevordert of legitimeert ongelijkheid. He, en links niet. Dat is toch een fundamenteel verschil. Dus het is niet één pot nat van die extremen zijn hetzelfde of die raken elkaar. Dus in die zin heeft dat denkschema wel zin om dat te zien. Lisa, het verhaal van die meneer ook, he, die veranderingen. De flex. Gabriel die zegt het lijkt alsof er geen alternatief is rondom het liberalisme. Herken je dat? Nou, wat je ziet is dat onder invloed van veel meer van de liberale denken, dat we ervan uitgaan, de participatiemaatschappij, dat iedereen zijn eigen leven in handen heeft. Dat zit erachter. Hè. Je gaat zelf over je eigen leven, waarin we vergeten dat er een heel groot deel van de mensen niet meer mee kan komen. Omdat we alles simpelweg veel te ingewikkeld hebben gemaakt. Hè. Omdat we, nou ja, heel veel dingen moet je tegenwoordig doen via de computer. Nou, je zal maar eens laaggeletterd zijn, 2,5 miljoen mensen in Nederland. Ja, dan kunnen we nog zo mooi onder de noemen participatiemaatschappij zeggen, nou, je hebt je eigen leven in de hand en jij gaat over wat je wil, welke keuzes je maakt. Dat is dan een hele valse voorstelling van hoe het in de werkelijkheid zit. En dat zie je wel. Heel erg dat we, en daar zit ook, vind ik, een blinde vlek in de politiek. Want je zit niet in de Tweede Kamer of in een gemeenteraad als je moeilijk mee kunt komen, als je laaggeletterd bent of als je beperkt bent, verstandelijk of lichamelijk. En daar moeten we nog wel een antwoord op zien te vinden. En dat doen we nou niet goed genoeg. Ja. Ik heb hier een meneer voor wie de laatste vraag is. Ja. Kijk staan. De laatste vraag, ja. Ik zal een vraag proberen te stellen waar geen antwoord op mogelijk is. Maar nee, het gaat mij, waar het me een beetje erg is, het begrip cultuur. Het kan gewoon niet zo zijn dat de wijze waarop Gramsci dat gebruikte, we zeggen voor de Tweede Wereldoorlog, ook maar enige vergelijking kan doorstaan met de cultuur zoals die zich nu aan ons voordoet. Want er was geen internet, er was geen tv, er was geen andere, alle andere verbeeldingsregisters waren totaal anders. Dus zou het dan niet veel nuttiger zijn, zeg maar, voor links of voor zeg maar een progressief perspectief, om je juist veel meer proberen een soort politieke theorie van de huidige cultuur te analyseren en daar de strijd op los te laten, dan je zeg maar die begrippen van Gramsci te gebruiken om nu in die totaal andere wereld je te manifesteren. Ja. Lijkt me eigenlijk wel een mooie misschien voor een slotantwoord van Arthur Westijn. Als je het hebt over cultuur toen, cultuur nu, dan mag jij deze grote vraag een groot antwoord geven. Ja, dat wordt lastig. Laat ik het volgende zeggen. Ik denk dat u helemaal gelijk heeft als het gaat om de veranderingen die de cultuur heeft doorgemaakt. Natuurlijk. Kijk, Gramsci was ook al voor zijn tijd eigenlijk een in die zin conservatief denker. Hij dacht in termen van hoge cultuur. Literatuur met name. Dat is het eikpunt eigenlijk van wat hij als cultuur ziet. En dat wil zeggen, voor een Italiaan, Dante. Dante Alighieri, dat is eigenlijk het tijdloze voorbeeld van een cultuurdrager die zich ook als intellectueel manifesteert en een soort van collectieve wil probeert te creëren in Italië in de 13e eeuw. Nou goed, daar gaat het dan over. Een ander voorbeeld wat hij noemt, grappig, is Dostojevski. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste voorbeelden die hij heeft van cultuurdragers in die zin. Maar hij spreekt wel over de combinatie tussen die hoge cultuur en wat wij zouden kunnen noemen popcultuur, in termen bijvoorbeeld van radio, dat is natuurlijk een medium wat in zijn tijd opkomt, maar ook in termen van feuilletonromannetjes, die in die dagen ook heel veel werden gelezen. Als bijlage bij kranten en dergelijke. En bijvoorbeeld, hij heeft het over science fiction romans. Over Jules Verne, dat soort, King Kong. Dat soort verhalen die eigenlijk uit een populaire, hij zou zeggen, nationaal volkse cultuur komen. En het gaat om het maken van die verbinding tussen die hogere Dante en die lagere cultuur. En ik denk dat verhaal op zich ook stand kan houden in een hedendaags landschap dat natuurlijk qua culturele uitingen veel diverser is geworden en veel meer gefragmenteerd misschien wel. Maar natuurlijk is die tweedeling hoog en laag nog steeds, denk ik, leidend voor hoe er ook over cultuur wordt gepraat. Ja. Ja.
Misschien als slotwoord meteen ook daarin meenemen. Dan gaan we even iedereen langs als we zo de zaal uitlopen. Wat dan, hè, wat dan is blijven hangen na zo'n avond Gramsci. Als je die meteen meeneemt, dan gaan we zo het rijtje nog één keer af. Want u wil nog reageren op Arthur, volgens mij. Als je een vraag stelt in de trant van er kan toch niet enige relatie zijn tussen, dan dat is natuurlijk wel een provocatie. Natuurlijk zijn er verschillen tussen toen en nu. Hè? Social media enzovoort. Maar, en er zijn gelijkenissen. Maar bezijden het verschil hoog en laag is er ook nog een hele diepe laag in de cultuur. Ik mag daar graag mee afsluiten. Ik noem maar eens even iets. Solidariteit, naastliefde, rechtvaardigheid. Een aantal waarden die toch al een jaartje of 2000 in Europa gecultiveerd worden, met meer en minder succes, ja natuurlijk, maar die toch uitgedragen worden, onderwezen worden, geoefend worden en soms tot praktisch resultaat leiden, soms ook weer niet, maar die nog altijd voor ons, net zo goed als in de tijd van Gramsci, als in de tijd van Dante, als wellicht nog verder terug, ja, zeggingskracht hebben gehad en die deel uitmaken van dat ethisch-politieke moment. Kijk, Gramsci gaat niet spreken over die eeuwige waarden, want daar is hij sceptisch over, maar het is evident dat zijn hele denken en leven daaruit gevoed wordt. En wat dat betreft heeft hij een prachtig voorbeeld gegeven van waarden die wat mij betreft tijdloos zijn en die dus wel degelijk een relatie kunnen leggen tussen nu en een halve eeuw geleden en nog veel verder terug. Lisa. Ja, ik moest tijdens dit hele gesprek moest ik eigenlijk aan denken hoe soms ook wel onze ideeën over cultuur en wat is nou normaal en wat is nou de stem van het volk, hoe dat soms ook wel juist vooruitgang belemmert. Als je als politicus een heel vernieuwend idee hebt of je wil een onderwerp bespreken dat juist gaat over een cultureel iets, dan levert dat heel vaak weerstand op. Omdat dan, als we het bijvoorbeeld hebben over huwelijken ook, of over wat is nou je beeld van een gezin, dan hebben we allemaal een soort beeld nu in ons hoofd geprent, vaak ook vanuit de opvoeding, van wat is nou een gezin? Wat is nou een familie? En dan past het soms in je beeld niet dat het ook twee vrouwen kunnen zijn of twee mannen. En juist dat denken dat in ons hoofd allemaal zit, dat ook door heel veel politici die juist willen dat alles bij het oude blijft, dat belemmert ook wel heel vaak je denken en juist die open discussies voeren. Dus dat blijft mij ook wel bij, hoe we toch moeten uitkijken dat je niet het denken van iemand als Gramsci moet vertalen naar de huidige praktijk om juist te gebruiken om vooruitgang tegen te gaan. Want ik denk niet dat zijn bedoeling was. Ja. Sjoerd Jong? Ik heb veel bewondering voor Gramsci gekregen. Ook door het lezen van dit boek, eerlijk gezegd. Mede omdat het vanuit de gevangenis en meegelezen. Met cipiers als meelezen. Dat is toch altijd nog wat anders dan eindredacteuren. Dus, maar ik vind wel dat die term hegemonie, en daar hadden we misschien nog een andere keer over kunnen praten, de verhouding hegemonie, publiek domein, dat zit mij niet lekker. En dat heeft er ook mee te maken, en dat is de typisch Nederlandse kant ervan, dat in Nederland maken we nu toch al 10, 20 jaar mee hoe de publieke opinie of het opinieklimaat of het publieke domein omklapt van het ene extreem in het andere. Dat is een beetje een theorie van James Kennedy. Nederlanders slaan om van het ene in het andere. In de jaren 60, 70 waren we allemaal links. Nu moet iedereen rechts zijn. Vroeger was rechts vies, nu is links vies. En als je in zo'n publieke cultuur leeft, dan ben ik wat huiverig voor hegemoniestrijd. Want ik vraag me af of dat, hoe je in een strijd om hegemonie, gewoon in de Nederlandse context, nog kan waarborgen dat er een pluriforme publieke cultuur bestaat. Ja. Mooie laatste woorden. Wil je er nog iets aan toevoegen, Arthur? Of, Ik sluit me volledig aan bij de vorige spreker. Dan gaan we nog één keer luisteren zo naar Gramsci. Maar voordat we dat doen, wil ik heel erg bedanken ons panel. Gabriel van der Brink, Lisa Westerveld en Sjoerd de Jong. Geef ze een warm applaus. En Arthur Westijn natuurlijk voor zijn fantastische boek. Het ligt ook in de foyer. Dat is nog even goed om langs te lopen. En dan is het slotwoord. Ik wens u een hele fijne avond hierna. Want ik wil dan daarna niks meer zeggen. Want het slotwoord is dan toch aan Gramsci. U gaat nog één keer naar hem luisteren. Ik hoop u aan de bar te zien. Hij werd vandaag trouwens performed door acteur Midas Meester. Geef hem een warm applaus. Nee, dank dat er een hele avond aan mij wordt gewijd. Nog 100 jaar nadat ik er niet meer ben. Een nieuwe cultuur creëren betekent niet alleen dat je als individu originele ontdekkingen doet, maar ook en vooral
dat je op een kritische manier al ontdekte waarheden verspreidt, die bij wijze van spreken socialiseert en zo tot de basis maakt van levenskrachtig handelen, tot element van coördinatie in een intellectuele, morele ordening. Als een massa mensen ertoe gebracht wordt om coherent en op eenduidige manier de bestaande realiteit te overdenken, dan is dat een origineler en veel krachtiger, belangrijker filosofisch feit dan wanneer een filosofisch genie een nieuwe werkelijkheid ontdekt en die in het bezit blijft van een kleine groepen intellectuelen. Yeah.